fietsen. En denken, praten is voor mij denken een hoge prioriteit. Dus praten, dat valt af en toe weg. Ik probeer duidelijk te spreken. Je hoort een licht Duits accent, ik ben Duitser. De Moskou krijgt al een lachje, maar goed. Zijn jullie wakker? Goedemorgen. Nee. Het is niet bedoeld dat ik hier sta en hem daar iets vertel, dus ik probeer een beetje interactief te houden. We hopen dat de mensen van de laatste rij iets dichterbij komen. Dan het is verwachting aan die implementatie, ze zijn iets dichterbij komen zitten. Je ziet dat andere mensen helemaal voor aan gaan zitten, dus hey, positief. Dus ik ben dicht groot, dus ik verlies af en toe de raad, ik praat af en toe, ik probeer op jullie te letten. Dat ik als dwaze ogen zie, denk ik, oh, dan ben ik weer ergens anders bezig. Maar vooral praat interactief. Hè. Dan sta ik maar aan mijn verhaaltje vertellen, dat is leuk voor mij. Nee, het is ook niet leuk voor mij, het is ook niet leuk voor jullie. Dus vragen, vragen, vragen. We zullen het eerst even over hebben over wat is OWASP überhaupt. Wie heeft ooit van OWASP gehoord? Oeh, we zijn helemaal de OWASP top 10. OWASP top 10? Wat is de OWASP top 10? Top 10 van mijn abilities. Ik ben boven de 40, lange haar. Top 10 van mijn abilities, meest voorkomende. Dat is het geweest, dat is grappig. Dat is een heel probleem, OWASP top 10. Eerst ook in 2003, 2004, 2007 was over de meest voorkomende gidsbeheerder in softwareapplicaties. En toen heeft OWASP de misstatement gewijzigd en sindsdien gaat het over de meest voorkomende risico's. Alleen ze hebben namen aangehouden. Dus ja, dan is het nog steeds de mensen die denken, oh, zijn vulnerabilities, maar het gaat eigenlijk om risico's, alleen zijn noemd naar vulnerabilities. Dat is een truc. Probeer het gewoon over te gaan naar risico's. Maar goed, we gaan het over OWASP hebben. Ik moet hem inschakelen, gaat Peter. Hé, hey, dat ben ik. OWASP, alles wat OWASP staat is op de wiki. OWASP is open source, gratis, dat open open is heel erg belangrijk. Dus alles wat je OWASP maakt, produceert, schrijft, kun je gewoon gratis downloaden. We zijn een gratis community, ik heb laatst updates gehad, we zijn nu over 2500 leden, wereldwijd. Nee, gewoon 2500 leden, zijn niet te veel. Je hoeft helemaal geen lid te zijn om OWASP mee te werken. Dus als je checklead wil zijn, project meewerken, weet niet wat, hoef je geen lid te zijn. Lid zijn kost €50 en dan doe je dan van hé, ik support OWASP, dus hier €50. Voor ons niet zoveel, ik heb met Filipijnen, die vinden het heel een maand te laag, een ander maand. Maar je hoeft eigenlijk geen lid te zijn. En toch zijn er 2500 mensen lid zijn. Als je kijkt hoeveel mensen aan OWASP meewerken, dus met chapter meetings, met meetingen, met projecten, vertalingen, alles. Daar komen we gauw over 20.000, 30.000 mensen uit. Ze zijn aan de gang. Alleen je hoeft geen lid te zijn. Dat is het probleem van een open organisatie. Hè? Wiki, alles te vinden op de wiki is ook lastig. Ik heb project leaders die hun eigen project zoeken. Die komen van andere zoekmachines. Maar gewoon de wiki is gewoon niet het beste medium. Daar zijn we nog een beetje aan het dokteren. Er zijn 3 redesigns van de wiki geweest. Maar je weet dat bij de loodgieter thuis. De kraan en hetzelfde probleem dat wij ook hebben, geen tijd de wiki op te delen, want het blijft zo veel bezig. Dat is een vrijwilligerswerk. We hebben wereldwijd maar 4 mensen die betaald zijn en nog 2 part-time kraan. Mensen met een heel OWASP mee. Dan houden we onze kosten laag en we proberen het geld dat we krijgen, dat sponsoring, weer in breed te scoren. Dus ik doe het ook gratis en vrijwillig, maar het is gewoon leuk om mee te werken. Wat is OWASP? Toen OWASP 2001 opgericht is, en dat kan ook de ontwikkelaars kan, was het heel zwart-wit. Dus het misstatement was het vinden, bestrijden en voorkomen van oorzaken van onveilige software. Kan dat? Ik stel af en toe graag zijn geen getorse vragen, ik hoop een beetje een respons voor u te krijgen. Nee, dat kan niet. Wie zei dat? Waarom kan het niet? Omdat er altijd wel wetsbaarheden en wijzigingen zoeken. Ja. Dat zijn we ook achtergekomen. Ook wij worden slimmer, dus in 2008 hebben we de misstatement gewijzigd. Maar het inzichtelijk maken van de risico's, dat de business juist keuze kan maken. Want ja, die betaalt voor de applicaties, is de business, die heeft een zak met geld. Die moet het duidelijk maken waarom het niet handig is om een kwetsbaarheid in te hebben. Wat voor keuze, wat voor beslissing moet nemen. Dus daarom 2008 hebben we ons gewijzigd van we moeten niet zwart-wit, alles moet veilig, want dat kan niet. We hebben het 7 jaar geprobeerd, dat lukt niet. Dus de business jou een keuze geven dat ze het geld investeren om het veiliger te maken, veilig genoeg. Daar is ook in de trend daarvan, is dus in 2010 de OWASP top 10 gewijzigd naar risico's, niet naar kwetsbaarheden. We hebben eigenlijk 3 pilaren. 1 pilaar, de heel belangrijkste community zijn de mensen. We zijn
organiseert in chapters. Hij zei daar heel weinig regelen voor. Want als je een chapter wilt oprichten, ga je gaan. Goed, als jij nu zegt, ik wil een chapter Amsterdam oprichten, dan zouden ze mij vragen, nee, Martin is in Nederland, Amsterdam is in Nederland, is dat goed? Maar voor de rest zijn er geen restricties. Nou, alleen een paar oplagen dat je minimaal 2 chapter meetings per jaar organiseert. Wij doen iets meer proberen. Het afgelopen jaar was een beetje slecht voor mij, want ik was heel erg druk in een klein kind dat ter wereld kwam, met mijn papa doen. Als ik er niet ben, gaat het genoeg. Dus, maar normaal gesproken hebben we 6 chapter meetings per jaar. We hebben afgelopen week een hele grote conferentie. Wie heeft ervan gehoord? Dat we weten waarom we zwaar zijn geweest, alleen niet de hand opgesteken. Nee. Dat we een conferentie, de Upcycling EU. We hebben dus één onze conferentie. We hebben in Amerika, in Europa, in Asia Pacific, dat is het enige betaalde event die we hebben. Dat is een wandelende conferentie. Dat blijft niet lopen, maar één keer ergens anders. Afgelopen jaar was het in Cambridge, dit jaar in Amsterdam, dus afgelopen week. Volgend jaar is het in Rome. En dan wil je ook daar de prijs na te houden. Als je kijkt naar andere conferenties, die gaan waar 1500, bijna 2000 euro kosten. We hebben aangeboden 500 euro voor een normale ticket, dus 75 euro. Nee, de kostprijs, omdat wij dus mensen willen hebben. Ja? Dus de Pierbus, dat is belangrijk. Overigens, chapter Nederland, we hebben 4 tot 6 chapter meetings per jaar. En we hebben nog een lokaal event, dat is de Beneluxdag. Die doen we samen met de Luxemburg. Ja, we hebben over nagedacht hoor. En die zou dit jaar zijn, november, altijd het laatste weekend van november, dus de laatste week van november. En dat is dit jaar in Luxemburg. Gewoon niet zo ver weg. Het is een gratis event met 1 trainingsdag en 1 conferentiedag. Daarnaast hebben we onze projecten. Projecten zijn eigenlijk 2 gedeeld. Eén keer zijn het de tools die ontwikkeld worden. Dan laat ik wat zien, zodat we het even noemen. Dus inderdaad, OWASP, Web, Proxy, andere dingen die we hebben. En we hebben ook de documentatieproces, dus OpenSAM, AppSense en dat soort dingen. Dus we hebben eigenlijk 2 kanalen. Alles wat geschreven wordt, het boek is, dan hebben we een proces. En alles wat je kunt gebruiken, wat je kunt opstarten, wat iets doet, is een tool. Ja? Alles is gratis te downloaden, dat is leuk. Maar er is zoveel, dat we bijna 300 projecten op dit moment lopend hebben. Dan zie je ook dat dubbele project. De ene meer links, een beetje meer links gaat, de andere een beetje meer rechts. Dus heel leuk beschikbaar. Waar focust zich OWASP op? De naam zegt dus Open Web Application Security Project. Hij gaat echt het alleen op de applicatie laten. En dat wij in 2001, wie was daar met IT bezig in 2001? Oh. Ja, 2001 was een webgod, hè. Kwam helemaal opknallen van net voor de Big Bang. Dus ja, dat wij moesten erin staan van Web Application Security. Ja, die attack factor wordt heel anders. Nu is het probleem, we zouden liefst de DB willen hebben, alleen dan killen we onze WASP, dus dat kan niet. Er zijn mensen die willen een ambassant tussen, dus web en application security. Je krijgt heel vaak van de OWASP 10 of OWASP 10, ja, maar dat is alleen maar web. Dat is niet alleen maar web. Wij richten ons echt een hele stuk van, je hebt een idee, web moet je toch net opleveren om te houden een patcher van software. Alles wat met applicatie te maken heeft, alles wat de software geschreven wordt. Eén groot probleem namelijk, wie heeft de meeste kennis van een applicatie? De programmeur. De programmeurs, precies. Maar die zitten er dag en nacht aan te werken. Wie heeft de meeste kennis van de applicatie? Appos. Wat? Iets louder, ik ben oud en doof. Maar ik zou denken dat aanvallers meer kennis hebben. Nee, de testers, dat zou eigenlijk moeten zijn. En dan ja, heb je de interne testers die willen vertalen, en de externe testers die willen ze zelf laten vertalen. Is toch gek dat wij een applicatie ontwikkelen? De ontwikkelaars die zijn 7 dagen per week mee bezig in hun hoofd. Ik ben zelf ontwikkelaar geweest, ik mis het heel erg, dat ik niet meer naar toe kom. Dus je bloed, zweet en tranen, je liefde. Alles wat je doet, doe het met liefde en met gedrevenheid, maar alleen dan doe je het goed. Als je glazenwasser bent, ben je toiletjuffrouw of programmeur of pentester. Als het niet je passie is, dan doe je het automatisch minder goed, dan is het niet je gedrevenheid. Wie van jullie noemt zich programmeur? Wees er trots op. Wat doet de rest? Wat doen jullie? Sorry?
netwerkingenieur. Bij Tivon hebben netwerkingenieurs veel, mensen, alle jullie steenbeheerders, en veel hoger security bewustzijn. Unix, Linux? Linux. Sorry? Linux. Als ik jou een nieuwe Linux server geef, wie mag erop? Behalve ik. Ja, is jouw server. Hey. Kijk, stuur ze beheerder. Hey, mijn server. Hier is mij. Wie mag erop? Nou, standaard was eigenlijk niemand. Dat is mijn server. In de goede oude tijd, als een server fysiek was, niet virtueel, dan moest je naartoe gaan, drie keer buigen. Mag je niet? Alsjeblieft op je server. Maar niemand mag erop, tenzij. Hoe bouwen wij functionaliteit? Hey, Koen heeft nu een functionaliteit geschreven, applicatie geweldig. Iedereen mag erop, tenzij. Dat is heel erg tegenstellig, maar dat is hoe we opgeleid zijn. Dus dat moet ik een beetje van elkaar leren. Het is wel leuk als je ook applicaties mogen deployen op de server. Maar het is wel een beetje handig als we over nadenken wie mag die applicatie wat gebruiken over die functionaliteit. Wie van jullie, ja, kinderen zou ik nog niet vragen, wie van jullie heeft een vriendin? Partner mag je. Wie heeft de mooiste? Dat is hetzelfde wat ontwikkelen. Als je mee bezig bent met die applicatie, zeker als je draait. Dat is jouw ding, dat is de mooiste. Je vriendin is de mooiste. Ook als ik, maar als je je kind, dat klinkt een beetje leuker. Ook al heeft je vriendin drie armen en één been. Het is de leukste vriendin die er is. Dan zegt ze, hebben applicatie ontwikkeld en ze applicatie schrijven. Je vloert, zweet en tranen. Dus je gaat naar huis en denkt over na. Ik was ook zo'n idioot. Ik werkte voor me betaald en nu mag ik toch een uur werken. Moet je naar huis gaan. Dan ben je thuis denk ik, oh ja, dit heb ik niet helemaal netjes opgelost. Dat zal nog beter kunnen worden. En dan dat is nou even ontwikkelen. Dat is je passie. En je kent al die crux en die niet helemaal goede dingen van je applicatie, maar het is je kindje, het is je partner. Het kind vind je nog beter passen. Maar. Wie vind je even kind? Oké, okay. Dan houden we het erin. Het is je partner en je weet, het partner, ja, zit af en toe hier of plat over, maar dat is toch een leuke verhaal, ik vind het helemaal gek. Maar zegt hem je applicatie, je weet gewoon, ja, je kent die applicatie, je hebt een opgegroeid, je hebt een gebouw. Je kent al die kwetsbaarheidjes, maar hij is toch hartstikke cool dat je dat geschreven hebt. En dat is het probleem, want ja, je bent er 24 uur per dag mee bezig, min of meer. En je kent de kwetsbaarheden, maar je hebt het hoort bij, hè. Dat is een perfecte, dat is bijna perfect, zo perfect als je kan krijgen. Wat je nodig hebt, is iemand die je applicatie test. Pentester. Waarom hebben we die nodig? Waarom moet die externe pentester komen? Je hebt nog alle kwetsbaarheden, alle zwakheden bij je applicatie. Hij kijkt er toch anders naar. Want iemand die test kijkt anders naar. Ja, maar die heeft in de moment zijn hele betrokkenheid. Ik ga nu niet hebben over je vriendin pentester. Maar als iemand dan extern zou kijken, dan is dat wel een goede vriendin bij je past. Dus je komt helemaal niet goed anders. Maar je neemt wel een koopbare dingen. De applicatie heeft een risico niet lopen. Dus je hebt iemand nodig die buiten het projectteam staat, die gewoon neutrale applicatie krijgt, doet die wel wat er verwacht is. En niet in monsterlijke betrokkenheid heeft, dus de hele deadlines, de zweef, de succes bij nieuwe release, dat soort dingen. Ons dat ding hebben we over gehad, daar gaan we straks diep op in. Eén ding is aan het eer. Ons dat ding is onze zegen, onze vloek van OWASP. Het is een zeer kanaalsbekendheid. Het werd heel erg bekend toen PCI, DSS uitkwam. Wie heeft ervan gehoord? Wat is het? Ja, het is een soort van compliance. Wordt meestal zeg maar, voor payment gateways gebruikt. Voor alle betalingsverkeer. Zodra je een elektronische betaling hebt, dan hebben we een PCI gemaakt. Payment credit card industry, dat oorspronkelijk had opgenomen. DSS talen, security stempel. Dat is gewoon een checklist en policy. Policy wat je moet doen, dat je niet, dat je mee mag doen met het elektronisch betalingsverkeer. Dat was gemaakt, Mastercard, Visa had even gezegd, hé, al die slechte software, die applicaties, minimaal moeten ze daarvoor doen. De een van de eisen was, je moet of de applicatie laten testen op de OWASP 10, of je moet een web application firewall hebben. Wat is een web application firewall, of WAF genoemd? Wacht gewoon. Niemand van het gehoord? Jawel. Ja, kunnen we dat beschrijven? Is er iemand schiet? Ja.
Het leuke is dat een klant zegt mij, ja, kun je mijn applicatie testen op de overste team? Moet ik erin zijn of niet erin zijn, ik weet spelen. Maar het is de top 10. Als je 11, 12 onderin zit in kwetsbaarheid, of risico tegenwoordig, is nog steeds iets veilig. Het was alleen in de common vulnerability enumeration. Er zijn honderdduizenden aan security problemen. Als je nou wil ontwikkelen of naar systeembeheer toe gaan, hier is de CVE. Kijk even of een applicatie een kwetsbaarheid heeft van de CVE. Gaat dat lukken? Dat duurt een maand om te begrijpen wat er allemaal in staat, dat is gigantisch. En overigens wat ik bedoel, ik begin gewoon een handleiding hebben van deze dingen, kom op. Basis, die mag minimaal niet erin staan. Dat zegt niet zo heel veel. Target en Home Depot, maar ook BCI is of Mind. Of... Ja, het is nog een aantal andere, want ja. BCI... Het is alleen maar Peace of Mind en Google. Dus ze zijn verbeterd, ze hebben een paar goede dingen in, als bijvoorbeeld dat één omgeving, dus in de dev op, in de OTA, of Visual Test Acceptance en Productie, dat je niet eens heeft een password gebruikt voor de database. Dan, hoe is het? Je hebt een ontwikkelde applicatie, heet Pietje. Hoe heet de applicatie server? Pietje. Hoe heet de database? Pietje DB. Pietje DB. Wat is dat? Dan heb je altijd een root-account. Hè? Hoe heet het wachtwoord? Pietje 123. Oh, Pietje. Ja. En Pietje RSS zegt, hey, let op, het mag niet voor één omgeving en zegt, die tekst gebruikt worden. Dus je moet erover nadenken. Tenminste, dat krijg je voor elkaar. Dat soort dingen staan erin. Is niet volledig, want dat kan eigenlijk niet, maar is er wel een goede stap de goede kant op. Het probleem met auditing is, een auditor, dat is meestal een man in een pak, die komt van de procesmanagement af, die gaat een checklist af, die gaat met iemand praten, van, doe je dat? Ja, doe je dat? Maar verificaties, daar past niet bij. Dat is lastig. PCI DSS is een industriestandaard. Dat heeft niks te maken met de wetgeving. Als de industrie zal het niet voldoet, wat krijg je dan? Slechte reputatie. Sorry? Slechte reputatie. Slechte reputatie, dat is één. En de industriegroep die dat vereist kan zeggen van jullie mag niet meer meedoen en je kan nog een boete opleggen. Er was een geval dat iemand niet verdedigd en dan kan de overheid dat ze inschakelen, alleen daar heb je niet meer gewoon afgelopen. Wetgeving moet je wettelijk aan het doen. De industrie dan is van wij zijn een groep vrienden en jij moet het doen, anders gaan we niet, vind je niet meer leuk. Gaan we niet meer spelen. Heel groot verschil. Probleem met applicaties uit de complexiteit. Ze hebben, dus al die oude, maar die cijfers zijn nog niet veranderd. Ze hebben alle tool vendors die iets met application security van applicatie doen gevraagd. Wat kan je doen? Hebben ze niet valideerd of het waar is, het blauwe oog vertrouwen van gewoon zeg maar wat je aan het doen kan, we geloven je en dat is opgeschreven. Het gekke is dat je maar 5-4% van alle kwetsbaarheden kunt vinden met tools. En soms heb je er meer tools nodig om die 45% af te delen. Dus één tool is een HP-proxy, dat is gehoord, een set-proxy, dat is mij ook doen. Maar je moet er soms twee hebben om echt een bredere afdeling te hebben. Want één tool kan maar een klein stukje, en de andere tool kan een ander klein stukje, maar samen hebben we dan een klein spectrum af. 45%, als je alle tools zou gebruiken die er zijn, denk maar 45% van alle kwetsbaarheden af. Dat is best eng. Wat is de beste tool? Wat is de beste tool dat er is? Waarschijnlijk geen één of een combinatie. Je hersen. We hebben het over bugs en flaws. Wat is een bug? Heb je eens van een bug gehoord? Een bug. Wat is dat? Ja, goed, een kever. Het was een mot toen die eerste. Een fout in de zin van dat het systeem iets doet wat niet de bedoeling is. Een technische fout. Ja. Een technische opmerking die niet klopt. Ja, kan resulteren in een ondefined behavior dat iets van de technologie niet klopt. Nou, het wordt een De andere is een flaw. Een flaw is een functionele fout. Voorbeeld is, je kent Nintendo, wie? Heeft iemand een Nintendo? Wie? Ik ben geen gamer, maar een vrouw, dus we zijn geen eens voor goede getrouwd, dus ik heb maar een Wii. Ik snap mijn schoonhouder. Dat is Mario Kart. Mario Kart moet je 3 rondjes rijden. Ja? Dan kun je je highscores weer uploaden. Nou, 1 ronde, die theoretisch minimale tijd is 30 seconden. Toen ze de eerste keer de scores hadden, die dus, wat verwacht je dan? 3 keer een rondje van 30 seconden, dus je verwacht. Anderhalve minuut. Anderhalve minuut, ja.
Met z'n één is wakker. Anderhalf minuut verwachten. En de eerste score die waren inderdaad plus anderhalve minuut. Maar op een gegeven moment kregen ze scores geüpload van minder dan 2 seconden, minder dan 1 seconde. Hoe kan dat? Een idee? Record forgery. Sorry? Zelf pakketten gemaakt en lekker naar. Dat is ingewikkeld. In anderhalf seconde? Wat ze gedaan hebben, was een technische fout. Dus er stond beschreven, een teller, een timer moest namelijk 99,99 minuten tellen. Dus ze hebben 2 rondjes gereden, de 3e ronde niet helemaal afgemaakt. Hebben gewacht tot de timer voorbij die 99,99 minuten is. Dus dat zijn mensen die 1,5 uur voor hun leven besteden. Heb je het functionele of nagedacht? En dan wachten die nul is en dan op een stap verder. Makkelijk. Gewoon wachten tot de timer nul is. Functionele fout, wat is beschreven in de specificaties, timer tellen tot 99,99 minuten. Functioneel niet over nagedacht. Daarna, dat hebben ze gefixt, dus die timer blijft onderbouwd heel lang doorlopen. Daarna hebben ze namelijk een high score gehad van tussen 30 en 35 seconden. Wat zijn het in staat? Explore. Explore. Dat het bijvoorbeeld druk in de game zit, dat je daar wel snel voor rijden. Nee, die hebben dat gedaan wat jij zei. Maar het was een technisch probleem. Je hebt wegmarkeringen, hè? Je had een rondje en er zijn markers op dat je daar langs bent geweest. Hè? Dat je niet gewoon om de stad finishpost moet je omheen rijden. Dan moet je lang zijn geweest. Dat is één timing probleem. Als je namelijk 1 rondje rijdt, dan moet je bij start finish 1-1 doen. Je moet een rondje bij tellen, hè? Dus 1 ronde gereden. En je moet die markers weer nul zetten. Want daar, boolean wel niet. Dus als je die rondjes rondreden, als je van zijn alle markers op 1, ja, zijn we in overal geweest, dan gaan we een ronde bijtellen. Maar dan moesten ook de markers gezet worden. En dat was een timing probleem, want op een gegeven moment heb je iets van, dan wordt wel de ronde bijgezet, geschreven, alleen de markers waren nog niet gezet. Als ze precies wisten hoe ver dat was, dan ging je 1 rondje rijden, om alle markers zetten, dan moet je net het juiste punt weer terug, die markers waren nog steeds gezet. Dan gaan we weer voor. Ja, 2e ronde. Weer terug en weer voor. Dat is een technisch probleem. Een timing probleem. Dus het ene, het eerste is een flow. Het andere is een bug. Flow, functioneel probleem, bug, een technisch probleem. Wat denken jullie? Wat komt er meer voor? Wie denkt dat er meer bugs dan flaws zijn? Wie denkt dat er meer flaws dan bugs zijn? Wie denkt dat het gelijk is? Onderzoek blijkt uit dat 5% bugs 5% van de flaws zijn. Dat betekent dat je dus 5% van alle kwetsbaarheden kunt voorkomen, nog voordat je 1 lijn of code hebt geschreven. Gewoon bewustwording. Dat zie je ook in de algemene statement terug. Nog nadenken van, inzicht je maar van de risico's, dat de juiste keuzes kunnen gemaakt worden, nog voordat je het inschrijft. Wie betaalt voor de functionaliteit, waar gezegd is de business. Business zakt met geld. De business wil dus een applicatie hebben, dus functionaliteit hebben. En beschrijft heel vaak wat de applicatie kan. Maar je moet je aan denken. Vaak is het probleem voor niet tegen mensen om zich applicatie voor te stellen. En ik denk dat het beste weet als je gewoon een platte grond neemt. De applicatie uittekent als het een gebouw is. Dat zie je al in die moviefilmen. Als je een gangsterfilm ziet, een inbrekerfilm, wat hebben ze altijd? De blauwdruk van het gebouw. Is dat realistisch? Ja, dan is publieke informatie. Heel makkelijk achter te komen. En dan zie je altijd dat ze heel erg in de skies langs gaan om even de omgeving, de bank, het museum te verkennen. Waarom doen ze dat? Ja, dan zijn ze heel erg in de skies, sturen rondjas, dikke zonnebril en je anders op normaal, maar je moet ze herkennen voor de minder slimme tv-kijkers. Kwetsbaarheid om te ontdekken. Ja, en ook tegen het gehoor. Want kijk, dit is geen vaste muur. Dat eigenlijk is het de eerste die me terugkomt. Ik doe wel jagen, maar even maar terug. De eerste keer. Nou, jullie primeur. Deze staat niet in de blauwdruk. Het is geen vaste muur. Het is dan best lullig als je echt inbreekt en een mooie vluchtgoedige plan, dan ben je van, loop je tegen de muur. Is deze onoverkomelijk? Nee. Ik ben licht boven de 100 kilo.
je heel erg kwaad bent, als je nog een tools in het bijtje erbij komt, dan doorheen. Alleen het vertraagt even. Het is best nuttig als je die dikke zware televisie hebt, iets loopt, tandkast op je schouder, dan moet je door de muur heen. Daarom gaat het altijd langs. Maar zegt dat je zo'n hele grond kijkt, wat is het? Wat zoek je dan nou? Wat wil je eigenlijk met een applicatie? Je wil weten, wie bevindt zich in mijn gebouw, wie bevindt zich in mijn applicatie? Dat mag ook wel helemaal niet geregistreerd zijn, gewoon hoeveel gebruikers heb ik en nummers en bronnen. Waar lopen ze rond? Wat zijn de bewegingen, wat zijn de activiteiten die ze doen? En dan als je natuurlijk in een bepaalde afgeschermd bereik gaat, dan wil ik echt weten, dan moet je autoriseren. Hè? Dan moet ik weten wie het is. En daar mag iedereen in. Bijvoorbeeld, je magazijn. Daar is bij de inkeer. Maar dat is heel vanavond nog in de kast zitten achter het magazijn. Maar je wil weten dus wie bevindt zich met de applicatie en wie als ze gespecificeerd wordt, wie moet ze autoriseren, dat je weet wie het is. En ik wil weten dat er geen shortcuts zijn. Maar ja, hier, dat is een stablefond. Ja, als iemand heel erg lang is of iemand omhoog gooien, kan ik misschien op de andere kant doen. Maar deze loopt niet door tot een tonnen vloer van de volgende type. Dus waar zijn de shortcuts? Het vinden van de blauwdruk, dat doen we. Sorry? Investigation. Ja, ik heb het naam kwijt. Fingerprinten. Je gaat de applicatie fingerprinten. Je kijkt, eigenlijk kun je dat doen zonder de applicatie benaderen. Welke technologie is het? Vegetatie geschreven? Welke applicatie wordt gebruikt? Dan weet je eigenlijk de blauwdruk van de applicatie. Je weet nog niet van de ingebouwde systeemuur, maar je weet eigenlijk wat je kunt verwachten. Wat ik vaak zie, als Nederland, is het zo dat je wil eigenlijk een ontwikkelaar hebben die heel goed security kennen, die laten pentesten. Waarom? Want je hebt geleerd ontwikkelen, we hebben allemaal 70 manieren geleerd ontwikkelen. Je wilt, dus als je een applicatie ziet, weet je hoe dingen waarschijnlijk zijn opgelost. Welke frameworks zijn gebruikt, wat de kwetsbare frameworks zijn. Maar vaak is het zo dat dus, ja, we hebben een ontwikkelaar, wil wat doen? Die wil ontwikkelen. Dus we hebben testen. In Nederland is functioneel testen vrij hoog qua niveau. Dus functioneel testers die krijgen een CEH, dus Certified Ethical Hackers, zijn ze hackers. Nu sturen we af op onze ontwikkelaars. Wat zeggen ze dan als ze het vinden? Jij hebt het fout gedaan. Heb ik zelf ook gedaan. Mijn eerste code review was een helemaal ontwikkelaar, was een monteur. Hadden we machines, robots, die bij spoutgietmachines producten in een auto leggen. Je hebt een superstijl van 4 seconden, dus mijn prijs dat het open gaat, als het dicht weer open gaat, zitten 4, 5, 6 seconden. In die tijd, dus machine gaat dicht, kunststof erin, gaat open, dat iets auto gaat, dat is ingelegd. Robotarm gaat weer eruit, de machine gaat dicht. En tijd is geld als massaproductie hebt. Dus de robotarm gaat op de matrijs af als deze nog dicht is. En de matrijs gaat als dicht als de arm nog ertussen is. Dat is een potentieel timingsprobleem. Als je druk hebt, gebeurt alleen maar dat de arm naartoe loopt als de matrijs dicht is. De minste schade. Heel erg vervelend. Dus implementeerd worden als dus de matrijs dicht gaat en de arm zit er nog tussen. Maar dat vindt de baas niet leuk. De productietoestand. Dat gaat echt 400.000 euro kosten. Dat is dan weer eens gebeurd, dus ik leer ontwikkelaar, ik kan er alles anders doen, dat de gebruiker, het is even als ontwikkelaars doen, hè. Always blame the user. Maar heb je die fout gedaan? Ik dacht, dat kan toch niet? Dus ik heb mezelf een ander tegen mijn auto geprint, ik heb mezelf een PLC-programmeur aangelegd, ik heb fouten gezocht. Mijn eerste programma debugger, een ladderdiagram, hartstikke leuk. En ik heb de fout gevonden. En ik was helemaal blij en enthousiast. Wat deed ik? Ik ging naar ontwikkelaar toe. Hé, hey, fout. Was hij blij? Nee. Hé, Martin, super, hier komt koffie, geweldig. Nee, tuurlijk niet. Ik, de man van de werkgroep met die oliehanden, komt hem de ontwikkelaar, moet ik hem toch vertellen dat hij iets fout gedaan heeft. Nou, een half uur later was hij er weg. Ik zeg hem nu dat geworden. Dat is gewoon een probleem. We hebben niemand, die, of weinig mensen eigenlijk, die ontwikkelaar ervaring hebben en security. En als je met mensen praat op gelijke ooghoogte, als ik weet wat het is, als iemand een manager in je nek haalt van hey, release vannacht om 12 uur, je bent nog de laatste 10 bugs aan het fixen. Dat is wat heel anders. Als je gelijke hoogte praat, dan ga je hooi opvullen. Je zou met een ex-werkgever, ik zou met eigen roken moeten betalen. En de meeste dingen hoorde ik als ik bouwde op met het team wat ik een intake voor deed. Als ik sta in een meeting en ja, vertel me wat jullie problemen zijn, wat zeggen ze dan? En de manager zit ernaast. Problemen? Nee. Maar als je even bouwt en een checkje doet, dan hoor je alles. Geweldig.
als ik een code review tegenwoordig doe. Ik doe alleen maar whitebox. Je hebt heel vaak blackbox testen. Je hebt een week tijd om de kids mee te vinden die je toch wel weet. Maar whitebox, dan ga je dus alles eigenlijk in functie beschrijving, dan ga je de source code, dan krijg je alle informatie. Deze mensen doen een code review. En de beginnen ze met 3 applicaties in de week niet kwijt. Dat gaat niet lukken. Waarom? You know, eerst met elk team minimaal 2 uur intake. Waar is dat genomen? Omdat ik het met een team doe. Dan ga je zitten. En heel vaak heb je alle een security bewustman of iemand binnen. En eigenlijk ben jij de bouwer, de externe specialist. Alles wat hun wilde oplossen, waar nooit tijd en geld voor is geweest, opeens mag het, want de externe vertelde. Dus ze zijn blij met je als je met hun samenwerkt. Maar als je heen gaat en zegt, jullie hebben alles fout gedaan, dan krijg je niet meer samenwerking in. Daarom hebben mensen nodig die zelf ontwikkelervaring hebben om gelijk ooghoog met elkaar te praten. En die hebben we gehad. Toch? Shortcut. Ja. Applicatieveiliging gaat eigenlijk over 3 dingen. Dat ken je. CIA-rating, wat is van gehoord? Oh. Hoe heet het in het Engels? CIA-rating. Hoe heet het in Nederland? PIF. Nee, ik verzin het niet. Jullie zijn Nederlanders. De zichtbaarheid, identiteit en vertrouwelijkheid. PIF. PIF, ja. PIF met een T. Kijk, je hebt alles wel afgeven. Dat heeft OWASP. Dus OWASP is eigenlijk de hele keten. De volgende informatie. Hoe ontwikkel je veilige applicaties? Hoe kan je threat modeling doen? Threat modeling betekent dat ik gewoon mijn applicatie neem en over nadenken wie ik ga aanvallen. Attack tree maken. Vroeger dacht ik me heel erg om over nadenken wie mijn aanvaller is. Is het nou iemand die politiek gemotiveerd is? Is het een hacker? Is het een, weet ik het, een milieuactivist? Maar dat kan me helemaal niet schelen. Ik wil alleen weten, kan iemand met applicatie aanvallen? En hoe zou hij dat doen? Zijn drijf kan me niet schelen. Het gaat wel om de skillset. De skillset wordt echt ingedeeld van scriptkennis. Dat heeft geen kennis, maar hij probeert wat. Nou, hoe? Applicatie wordt ook. Dan heet het. Iemand met kennis, maar geen geld. Een activist, die heeft wel de kennis, maar geen funding. Organized crime, die hebben funding en kennis. En dan hebben de hoogste state government, die hebben een hoog funding, een hoog geld, een hoog tijd. En de laatste kun je heel weinig doen. Maar daar moet je over nadenken. Want het kan niet schelen of milieuactivist is. Als je een bank bent, wie zou je aanvallen als bankman? Je bent een online banking security man. Van wie verwacht je de aanvaller? Die geld wil. Die zelf willen, ja. Maar hoe is het nou? Je hebt een project gefinancierd. Dus heb je een project gefinancierd met olieboren in Alaska en dat gaat fout. Dan ga ik met milieuactivisten aan. Je hebt een project gefinancierd, maar het blijkt dat ze ergens in Latijns-Amerika die mooie ingeborenen hebben als gebruikt, geslagen, weet ik wat. Dan krijg je de MSN en dat soort mensen. Mensenrechtsactivisten. Dus dat maakt helemaal niet uit, want je hebt zo'n onzekerheid wie je aanvalt. De vraag is, willen ze aanvallen? De kans is vrij hoog. En hoe gaan ze dat doen? Tegen middelen, tegen welke middelen in de bestand zijn. Bijvoorbeeld, ik zal net van, stel je voor, ik maak een website voor het beschermen van zeehondjes. Zeehondjes kennen jullie allemaal. Grote ogen, zwarte ogen. Lief, pluspeestje, nog ziet er leuk uit. Ik maak een website ter bescherming van de zeehondjes. Wie gaat me aanvallen? Zeehondjes. Ja, ego. Het zeehondenjaars zijn niet bekend voor hun ideevaardigheden. Ze zijn beter met een club. Dus, kans vrij klein. Nu maak je een website voor het seal bashing trips. Dus dan gaan we een schip, kan je inschrijven, ga je van een full-blade cruise naar, waar leven zeehonden? Alaska. De Poolcirkel, de Noordpool. Dus een full-blade cruise in een ijsbreker, ga je allemaal eten. Op weg naar naartoe, dan ga je ze een zeehond passion course, want die mensen moeten weten wat ze moeten doen. Dan krijg je vol, en dan voor de beginners heb je een aangetekend zeehondje. Hè. En voor de gevorderde, of de sadisten, heb je een pers met spikes eraan. Wie gaan we dan aanvallen? Zeehond. Ja, het was geen mama zeehond, maar dan ga je ook, geen idee het is. Maar dan ga je heel veel meer, dan ga je milieuactivisten, dan ga je dierenbescherming, heel veel meer. Dus de kans van wat je aanvallen wordt, is heel erg afhankelijk van wat je doet. Maar ja, als je er opeens paid trips bij maakt, of alleen maar een reclame zijn, zijn verschillen. Dus het maakt niet zo uit wie me aanvallen, maar is er kans dat me aangevallen wordt, is tegenwoordig de realiteit. Het hoeft er niet
iets te houden zijn, alleen tegen weken die niveau ben ik maar 7%. Overigens heeft het misschien met 3 hoofdkijkers. Dat zijn eigenlijk de minimale boeken die goed zijn. Dus eigenlijk de kwetelijkheid, hoe bouw ik veilige applicaties. Dan komt nu een nieuwe versie uit, dit jaar, die is daar gepland. Die andere was in 2005. Dus iedereen is oud, weg. Nee, maar daarin staat nog steeds smart. Alleen je moet zelf over nadenken om de nieuwe technologie bij te brengen. De code review kijken, want die ontwikkelen. Doe je code review? Ja, Garrett. Hm? Ja, Garrett. Garrett. Ja, dat is een tool van Google om code review te doen. Over de Go? Of voor andere? Sorry? Is dat even Google Go? Nee, dan kan je eigenlijk gewoon, het is eigenlijk gewoon Git, een laag tussen de Git repository en als je iets commit, dan gaat het eerst daar naartoe en moet iemand naar kijken. Dus dan heb je vaak de testing, de security en gewoon de andere programma's. Oh, dat is een management tool? Ja, een soort van. En die kunnen dan allemaal die code reviewen en zeggen van, ah, hier is een security flaw in. Dat is één probleem. Dat het hele proces om bent, hoe lang duurt het? Dat is wel. Je wil instant feedback. Eigenlijk, op het moment dat hij tikt en zegt save en is het niet goed, dan moet iemand met een sterretje komen. Toch? Je zegt, dat doen we niet. Dan is het opleid. Dus je moet eigenlijk terug met hem komen, het is niet goed, dan. En vertellen wat niet goed is. Dan heb je heel veel administrering tools. Ik ken het er niet, maar ik ken nog helemaal mijn checkje administrering. Je hebt steady code review tools. Maar de maatschappij, de peer review, vaak is het gebouwd voor je naamgeving, gebouwd voor je syntax, indentatieklok. Maar security is een heel ander verhaal. Het is best lastig. Dan denk je van, ja, weet je wat, bij Java, ik gebruik een framework, of een OM-framework, Spring bijvoorbeeld, of Hibernate, dan is het makkelijker. Nou, Hibernate op zich is veilig. Maar er zit één probleem in Hibernate, dat is. Dan neem je query language. Dus we hebben eigenlijk voor elkaar gekregen dat ze geen statements meer kunnen gebruiken als zo'n parameter square is. Maar om het beter makkelijk te maken, hebben we hier dynamic query language. Dan ga ik alles erin pleuren wat ik wil, en dan ga ik het weer onveilig maken. Is dat eigenlijk gek dat nog steeds SQL checks mogelijk is? Eigenlijk zou je taal dat moeten verbieden. Maar gij jullie boze ontwikkelaars, jullie willen dat ze gaan. Dus code review tools, je wilt eigenlijk dat het automatiseerd is, nachtenskennis, maar wat het. Niet alleen maar, oh ja, ik moet opleveren, ik moet nog even security checken, en dan gaan we de security afdeling, kun je even kijken of het goed is. Daar leer je niet van. Dus dat moet eigenlijk onderdeel zijn van je proces. Als je ontwikkelt, op het moment dat je safe, dat hij opslaat en direct de melding terugkomt. Twitter heeft een hele goede tool geschreven, dat heet ZB. Dat willen ze open source releasen. De laatste keer zei ze van, ja, ze hier nog een beetje met legal over te werken. Dat is namelijk, op het moment dat de ontwikkelaar iets incheckt, krijgt hij binnen 2 minuten het antwoord. Helemaal goed, ik weet het niet zeker, maar het zit er iets complexer in of we hebben gelijk iets gevonden. Echt binnen een minuut krijgt hij antwoord op. En dan staat namelijk ook in wat eventueel niet goed is en waar die nou zo moet krijgen. Dat is instant feedback, dan leren ze wat. Dat is belangrijk, ja? Maar dat gebeurt ook met Garrett. Ja. Nee, het probleem met dat soort tools is vaak van, je hebt wel mankracht nodig die dat dus reviewt. En vaak hebben ze andere taken die ze belangrijker vinden, dus dan blijft het een beetje links liggen. Ja, we hebben de laatste chapter meeting was 30 april. Nee, de voorgaande. Wanneer was het hier, Arnie? Arnie? Die kende ik hier wel. Wanneer was dat? Dat was niet april, dat was in maart, februari. Oké, we zijn hier geweest dit jaar. We hadden Matthias Madou, die heeft heel veel ervaring voor doen. Dat is een probleem. Want ja, als ik het 1 keer doe, dan heb je mankracht nodig en moet inderdaad. Je krijgt 100.000 findings en er zijn misschien 1.000 relevant. Dan moet je doorheen. Daarom is het helemaal niet handig om het 1 keer te doen per jaar. Want dan heb je heel veel effort om het de ene keer op elkaar te krijgen. Maar als je het regelmatig opbouwt, dan ga je de tool ook slimmer maken. Je kunt het tool automatiseren, je kunt het tool optimaliseren voor jouw doel. Dan ga je het elke keer, elke nacht uitstellen, elke commit uitstellen. En dan heb je steeds minder mankracht nodig. Maar als je het maar 1 keer doet, ja, dan kost het tool veel. Dus toen 1 keer scannen in licentie is het vaak 4.000 euro. Alleen de licentie. En je hebt op de wijk nodig, dan ben je 2 weken bezig. Dan ja, reken maar uit, gaat 100 euro per uur. Dan wordt het heel erg duur voor 1 keer. Maar als je blijft doen, dan gaan de kosten omlaag. Microsoft heeft ook uit nagedacht over secure development. Hebben we dat gehoord? De nood van Bill Gates in 2003, voor ik aan mijn hoofd. Was Microsoft een nood? Alle software moet secure zijn. Zij Microsoft. Wat?
waarom zou Bill Gates dat wel nagedacht hebben? Idee? Denk je echt dat Bill Gates zweetgebadend wakker wordt? En, mijn klanten! Hij had een marktaandeel van 98,5%. Waarom zou die nou wakker zijn geworden en denken van, hé, we moeten het veilig bouwen? In Excel 2003, misschien hebben we gehoord, dat was de eerste eeuw. Als ze een bepaalde cel, een bepaalde code invullen, dan staat er een flight simulator op. Het was niet de beste flight simulator ooit, maar voor die tijd en gratis was het grappig even tussendoor even een beetje laten rondkrijgen. Is dat een security probleem? Op zich niet, want het is een flight simulator. Je doet verder niks. Maar het is een heel groot probleem. Dan blijkt er opeens 80.000 lijnen of code in Excel te zitten die er niks met functionaliteit te maken hebben. In Excel heb je geen specificatie, gewoon als je dat invullen staat het feit in mijn leven, stond er niet in. In die tijd was Easter was wel groot, iedere ontwikkelaar had een Easter Egg zijn applicatie. Maar dat betekent wel dat hij geen controle heeft, dat hij niet weet dat deployed wordt. Het is niet zo dat, zo'n Excel is een verzameling van meerdere applicaties. Die applicaties en ontwikkelteams die zitten niet bij elkaar, die zitten in China, die zitten in Oost-Europa, die zitten in Europa, die zitten in Amerika. Iedere boot zit bij een applicatie. Dat wordt allemaal samengevoegd door één Excel-applicatie of Word, in ieder titel. Er zijn dus 80.000 lijnen of code in zitten waar geen specificatie tegenover ligt, dat die geen controle hebben. En toen werden ze wakker. Dit is eng. Ik weet niet wat dit nooit wordt. Dan hebben ze SLC, Security Framework Lifecycle, een naam beetje geleerd. Maar wel wat ze leuk gedaan, want echt anders als bij Microsoft toen, alle documentatie is gratis. Je had een boek op, dan moet je dit betalen, want het moet geprint worden. Maar alle SLC, alle Security Development tooling van Microsoft is op zich gratis. Ik vond het zo belangrijk, zeg maar, hé, hey, die kinderen houden we niet van onszelf, dit is wel oud. Dat is wel eens nieuw geweest, vernieuwd. En we hebben een testing guide die vertellen eigenlijk hoe je secure code, het secure test. Er is net dit jaar een nieuwe uitgekomen, de versie 4. Die vertellen dat aan de hand van overzichten van. Wat is de security vulnerability en hoe vind ik het? Hoe ga je eigenlijk, begin nog veel eerder. Waarom doe je security testen? Wanneer begin ik met security testen? En dan vertellen hoe lever ik het op? Als ik 10 mensen inhuur voor een pentest, krijg ik 10 verschillende rapportages. Wat ontwikkelaars niet goed, of pentesten niet goed kunnen, is security testen. Wat een tester niet goed kan, is security testen, want ik heb de technologie niet goed genoeg van. Maar als je van elkaar leert, dan komt het een heel leuk resultaat. Dat is exploratory testing. Maar een pentest, die kijkt van, oh, ik heb dit gedaan, dat gevonden. Maar ja, het is allemaal fixed time, hè? Dan heeft hij 2 weken tijd gehad, dus gelukkig. Dan zeg je, wat heb je niet gedaan? Waar ben je niet aan toegekomen? Ja, de rest. Daar heb je niks aan. Dus daar zijn de testers heel erg goed. Dat te beschrijven van, hey, wat heb ik afgetekend, weet ik iets nog over, hoe moet ik verder gaan? Oké, ik wil nog steeds lang praten. Doe even 10 minuten pauze, dan ga ik even roken. Dan gaat hij nog met water houden. Dan gaan we verder even met een diepje met secure awareness. En daarna gaan we naar tools gebruiken. Jo? Hij loopt weg. Oké, dat was dus eerder alleen wat OWASP is. Een beetje op basis van wat we gemaakt hebben. We gaan een beetje nou meer over de mindset van security praten. Wat is dit? Een scherm. Verwachting, wat wijs ik aan wat mensen. Geeft de Matrix weer. Geef plaats je hand af en toe, maar goed. Waarom de Matrix? Het is één ding hoe je naar kijkt en één wat het is. Om het een beetje verschil duidelijk te maken. Het heeft in de applicaties. Er zijn allemaal mensen, iedereen is mens, toch? Iemand geen mens hier? We willen allemaal onderscheiden, maar het zijn allemaal getraind en ze heeft om niet te denken. Want de ontwikkeling is heeft het niet opgeleid om te ontwikkelen. Maar als je het fout, we zien iets en verwachten iets. In de tijd dat ik begon met softwareontwikkeling, dan schreef ik nog hele zware desktop-applicaties. Dan zie je iets minder. Het voordeel is, als je een desktop-applicatie aan de klant geeft, dan gaat hij het boekwerken bij. Zo wordt nu deze applicatie te gebruiken. Dus dan ga je een cursus bij, want mensen uitgelegd worden hoe de applicatie zou moeten werken. Mooi toch? Wat is veel makkelijker? Tot een bepaalde hoogte. Maar wie is dat net hiervoor? Ja. Achter een strafpenningpakje.
Jammer is dat. Ja, nu ik je herken, ben je pineut. Maar goed, ja, dat is leuk, want dan ga je dus de gebruikersgroep een cursus geven. Maar wie kreeg de cursus? De ergste patch of gebruikers. Maar ze gaan dan, ja, dus 5% van de mensen die moeten gebruiken, vervangen. Wie krijgt dan de cursus? Dan krijg je een hijgepakte tool, ga je ernaast zitten. En die mensen hebben dat boek lang vergeten. En die hebben allemaal zo gevonden hoe ze applicaties ook in de gebouw waarschijnlijk beter werken. Maar ja, als je applicaties qua verwachtingen hebt hoe je ze getrouwt, die verwachtingen waar worden gemaakt, dan gaat dat ook elkaar lopen. Ja, tegenwoordig, allemaal webpages, apps. Heb je er nog een handleiding bij? Nee. Dus de applicaties zijn gebouwd zodat jij of iedereen eigenlijk die applicatie zou moeten gebruiken. Wie er dan, iedereen best op Microsoft, die waren echt super. Het was toen nog makkelijk in de begintijd, iemand van straat gebruikt die geen computer heeft, probeer er nou wat te vinden. We zeggen, hier is een computer, succes, schrijf een e-mail. Wat is een e-mail? Geen idee, succes. We hebben alles gemonitord, elke handbeweging, elke oogbeweging, alles werd gemonitord om een gebouw bespindelijk te maken. Alleen iemand prima als een security beetje gegeven. Verwachtingen. Blue en red pill. Waarom? Alles wat we over hebben, ik heb gehoord dat jullie hele security dingen aan het gehoord hebben. Maar toch, wederom, alles wat ik jullie leer, wat jullie meekrijgen, is niet de eigen verrijking. Dus de kenniswinning. Niet de. Ik denk, oh, die dokter heeft gezegd dat is leuk. Predicaat, lege plunder in Latijns-Amerika. Dan wil ik wel een uitnodiging hebben. Hè? Het probleem is de verwachtingen. Toen ik begon met security in 2005, ongeveer 10 jaar geleden. Daar had ik heel veel verhalen over. Als ik echt van vorige week rondliep, dan is het weer over je security. Leuk is, ga je gewoon wegstaan. Ik was niet omheen. En dan, wat is security eigenlijk? Dat betekent het. Dus ik ging van stapel en een half uur later was nog aan het praten. Het is net te lang. Kom kort. To the point. Dus heb ik gezocht. En ik vind dat deze zin eigenlijk best weergeven. Verwacht, een applicatie is veilig als het in alle tijden zo gedraagt als ik van haar verwacht. Wie is er mee eens? Wie is er oneens? Waarom oneens? Ja, dan hoor ik graag. Die ga je eerst. Ah. Ja? Omdat je soms niet verwacht, deze soms in de hoofd zitten, dat die alsnog iets ongelijks doet waar je denkt dat het goed is. Dus dat je bepaalde dingen niet verwacht? Ja. Maar hoe definieert de verwachting? Wie definieert de verwachting in de applicatie? Architect. Architect? Ja. Programmeur-architect. Programmeur zit het om. Wie definieert de verwachtingen? De klant. Hoe je de applicatie gaat. Die moet je zak geld, die voor betalen. Ja. Ja. Wie is dat? De business. Hebben hun technische verwachtingen? Nee, ze verwachten, ik heb een applicatie nodig en die moet dat kunnen doen. Wat ze helaas niet definiëren, wat de applicatie niet kunnen doen. Dat is veel belangrijker. Dus in de test hebben ze impliciete verwachtingen, expliciete verwachtingen wat moet kunnen. Dat kun je ook testen. Expliciete verwachtingen zijn meetbaar, die kun je mee testen. Impliciete verwachtingen, wat niet kunnen doen, die kun je niet testen. Dat zijn verwachtingen. Ik ga vanuit dat die daar aan gedacht heeft. Ja, daar heb ik niks aan. Ik heb een klant gehad, daarvoor gegeven, de overheid. Ja, dat forum. Ja, dat. De overheid is geweldig, hè? Alles moet open source based zijn, of moet voldoen aan de open source standaard. Ik denk niet dat het open source is, wat ze even vergeten. Dus moest een forum komen, en was opeens, oh, is een forum gebouwd, maar hij is niet veilig. Dan ben ik ingevlogen, ja, dat is uw probleem. De website is niet veilig. Dat klopt. Jullie fout? Nee, helaas. Jullie hebben het bedrijf gekozen om te ontwikkelen. Dus we hebben een auto. We hebben de auto's toen ontwikkeld gegeven en zeggen ze, ja, die remmen werken niet. Ja, we hebben de auto's toen ontwikkeld. Niet aangedaan. Een ander was verwachtingen. Ze zeiden van, ja, dan ga je iedereen onbeperkt veel messages posten op het forum. Ja, op een forum is het meestal niet beperkt, dan ben je open. Hebben ze niet aangedaan. Impliciete verwachtingen. Of het nou waterval is, of DevOps, of Sprint, of Agile, of noem maar op. Functie en specificaties. Vroeger heet het de functie van het document, tegenwoordig heet het use case en het technische implementatie, dat ze opleveren. Wie van jullie heeft uit source code geschreven, applicatie geschreven? Wie heeft de verwachtingen, hoe kreeg je de verwachtingen?
Waar kreeg hij vandaan? Wat het moest doen? Opdrachtgever. Wie heeft voor elkaar gekregen om 100% wat gevraagd was, de meeste omdat dat hij opgeleverd werd? Iemand? Nee, half. Half? Ja, half. 80%. 80% staat erin of staat er niet in? Wat er wel in. Ik zou even vragen, welke technologie heb je gebruikt? Framework en het bijgebouwd wat. Die framework? Ja, het was een online framework van PHP. PHP. Ja. Probleem is, PHP, ja, dat zijn frameworks aan zich. Het allerlei probleem dat je eigenlijk zin aan moet ontwikkelen. Dus je gebruikt een framework waar functionaliteit in zit die jij verwacht. Maar die framework zijn niet voor jou geschreven. Er zit alle meer functionaliteit in. Dus je kunt eigenlijk helemaal niet 100% matchen. Als functionaliteit niet wordt geïmplementeerd, dan heb je een probleem. Je rijdt in de auto en denkt, oh, je hebt geen rem gedaan. Dat is leuk. Dus dat gaat niet werken. Het moet allemaal inzitten. Maar ja, wat is dat die extra dingetjes? Als je dan rijdt en denkt, oh, ik heb 4 pedalen. Wat doe je dan? Proberen. Ja, don't press this button. Dat is afwachten wat er gebeurt. Wie van jullie heeft een database geïnstalleerd? Huh? Database. Waarom heb je dat gedaan? Wat ik nodig. Waarvoor? Nou, ik heb meerdere, af en toe voor een applicatie, af en toe voor een eigen applicatie, af en toe voor een game. De database is om gegevens op te slaan, toch? Ja. Wat voor database heb je geïnstalleerd? Postgres voornamelijk. Ja, die is relatief klein. Heb je voor Oracle gegooid? Oracle is geweldig bij security. Ze hebben ooit een Oracle 8 geroepen, Unbreakable. Nou, als je gepentest wil worden, moet je dat roepen. Dat is ongeveer. Tot versie 8 gaan ze een default username en password. Weet dat niet meer? Dat is korte tijd. Maar het leuke is met Oracle, als je het installeert, gewoon default install, dan krijg je veel meer mee. Je hebt een database? Nee, dat heb ik gewacht. Ik krijg erbij een applicatieserver. Ik heb niet omgevraagd, die krijg je gewoon bij. Ik krijg een XML-process erbij. Je krijgt een batch-process erbij. Oh, dan krijg je erbij. Als je dat niet weet, dan wil je het veel meer implementatie als specificatie. Dus je hebt een applicatieserver die toegang heeft tot de database en het die voor gebruik wordt, is Scott Tiger. Wat kan misgaan? We hebben ooit een portscreen gedaan op port 1521, dat is de Oracle-poort waar Oracle naar luistert. Op het internet, mag ik dat, een portscreen draaien? Nee. Wie denkt dat mag niet? Wie denkt dat mag wel? Het mag. Je mag hem. Mits. Je mag een portscreen rijden. Maar je mag ook zo straat rijden, dan krijg je daar vanaf op de deur kunnen staan. Dat mag, een portscreen rijden. Mag je de service identificeren die erachter zit? Wie denkt dat mag? Wie denkt dat mag niet? Dat mag wel. Je mag een deurbelletje drinken. Je mag een deur gaan met een deurbelletje drukken, dat mag. Je mag een ledige kwetsbaarheid uitbouwen. Dan ga je ze activeren, maar je mag wel het service identificeren. Maar wat mij ook duidelijk is, waarom ik duizenden hits krijg op mijn port 1521. Oracle database port in de internet beschikbaar. Waar had die database? Verstopt, private netwerk, maar blijkbaar was toch nog luisteren. En dat was in 2006 dat we dat gedaan hebben, want Oracle 8 was helemaal bij. Dus geef uit, gaan de meeste mensen dan stoppen te kijken als die van het user en password hebben, dat is super user. Oeps, zo makkelijk gezegd. Dus specificatie en implementatie. En vaak hoor ik, ja, die zei 80% was erin. Maar was het probleem die 20%? Nou ja, of zat het er wel in, maar dan was het, ja, vooral in gebruikerservaring was het, en dan dacht ik er iets anders over dan dat het programma werkt. Hoe komt dat? Ja, een eigen interpretatie van de dingen die je erin doet. Je ziet vaak, dan heb je dat, het land heeft een idee, hè? Dan heb je systeemanalisten, architecten, alles. Echt zo'n spraak, het is een spelletje, hoe heet dat in Nederland? Ga je in de rij staan, de eerste heeft een woord, het fluistert naar het oor. Het fluistert over de volgende, hè? Eindelijk komt het zelf eens uit. Hè? Zo bouwen wij software. De eerste heeft een idee, dan komt de eerste functionele designer, dan komt de technische designer, dan komt de architect. Dan geven we hem een ontwikkelaar en die bouwde in en ja, maar dat hebben we niet gevraagd. Zelfde spelletje. Nou, wat eigenlijk beter werkt is agile development. Dat je bij elkaar zit, regelmatig met het gebruik of kracht, dan zou dat volgens mij niet mogen gebeuren.
Maar heel vaak is ook resourcing geen koppen. Heel mooi project intake gedaan. Dat was een applicatie. Toen moest ik even van de deel of die goed is. Maar ja, je ziet daar deployed, source code heb je. Daar zijn drie boeken beschrijving. Oké. Okay. Ja, dat was een klein probleem. Dat wat in die drie boeken staat, zo'n stukje is maar echt ontwikkeld. Dat was geen loon. Dat zit echt in die drie boeken. Succes. Zo'n dingen gebeuren. Documentatie leest toch niemand. Dan hebben we Azure met development dat dit min mogelijk documentatie met dit boek werkt. Verwachtingen. Wat wordt verwacht? Wie van jullie heeft een rijbewijs? Wat wordt verwacht als je dit ziet? Ik ben Walter, dus heel veel plezier. Ja, verwachting is van kijk uit. Dat is een gevat met driehoek. Van let op, bochten vind je de kilometers. Ook ik ben motorrijder, dat gaat naar mijn vrienden. Hé. Ze hebben mijn vriendin bij, nu vrouw. Maar ze vindt de motorrijden ook leuk, dus gas erop inderdaad. We hebben niet voldaan aan de verwachtingen van diegene die de bocht al geplaatst heeft. Zou kunnen betekenen, bochten, langzaam. Motorrijden, bochten, gas erop. Dus hangt van wie er naar kijkt. Je kent allemaal dat woord van this is not a door. Denk niet aan een roze olifant. Dat noem je een beetje de Streisand effect. Streisand, waar Streisand, dat is van gehoord? Waar Streisand is niet meer hier? Ja, Streisand effect. Ja. Streisand had een villa gekocht. Die was best duur, maar ze heeft ook geld. Er was op nieuws in Amerika van Paul Streisand, foto van haar, kleine neus. Heeft deze villa gekocht voor die bedrag. Dan willen ze niet dat het publiek werd. Dus heeft ze een rechtszaak aangespannen. We krijgen dan, Barbara wil niet dat ze laten zien dat ze deze villa voor dit bedrijf heeft gekocht. Dus het nieuws heeft al veel uit te verder. Door niet op te wijzen, heeft het juist op gewezen. Dit heb ik een keer echt meegemaakt. Toen ik zoveel ontwikkelde, dat was in die tijd dat je ergens kwam, dan had je hardware, hè, nog geen laptops, en die werkte niet, dat was zwaar, warm en deed niks. Dus je kwam bij een klant en dan heb je drie dagen tijd om de omgeving in te richten. Als ik gelukkig heb, dan twee dagen wordt de computer geleverd. Omgeving in te richten, alles, dan werd er gezegd, kijk vast rond. In het begin hebben de ontwikkelaars betaald of zijn productief als ze veel code schrijven. Wat is het probleem met veel code? Onoverzichtelijk. Onoverzichtelijk, maar hoe meer code, hoe meer fouten potentieel erin zitten. Dat is gewoon een foutregel voor. Dus eigenlijk wil je ontwikkelaars die betalen dat ze minder code schrijven. Dus ik was met verschillende klanten. En één klant, eerst wat ik kijk naar source code is to-do's. Wat is een to-do? Dus je hebt de mogelijkheid in je code aangeven, in de commentaar, capital letters, fix me or to-do. Daar zit een naam bij. En de IDE's, ontwikkelomgevingen, die kunnen dan laten zien van hoeveel de do's in de source code zijn. Dan weet je eigenlijk een beetje hoeveel druk op het project staat, hoe ze achterlopen, dat soort dingen. Dat moet allemaal nog opgelost worden wat ze weten. Ik heb Java gedaan, dus in het zwaar van 0.9. In de eerste Java release, dat is geen mensen, Java, dat net is ook geschreven door mensen. Zo'n heel veel de do's in. Dat vind je niet. Dat wordt nu minder. Ik laat ze weer gescand, 1.8. Valt best mee. Best opgelost. Maar in het begin waren er echt fouten in. Dus ik ga eerst naar de to-do's kijken, wat gebeurde bij het ene project. Ik zie een to-do commentaar. Don't touch this bug, this is my bug. Ik denk, dat is raar. Dan komt de manager naar me toe, naar dag 2. Van, ah, hoe gaat het? Geen beetje de weg vinden. Zeg ik, ja, ben lekker bezig. Dan zeg ik, joh, hebben jullie een terugprogramma? Zeg ik, ja, als je als ontwikkelaar een fout oplost, krijg je een bonus. Heb je een pik qua bonusmeldingen net voor de vakantie? Zegt, ja, inderdaad, voor kerst en voor zomer hebben wij een pik aan meldingen. Dan denk ik, nou, wat denk je hoe dat komt? Zegt, ja, dan heb je minder nieuwe ontwikkelingen, dus denk ik ontwikkelen, oeps, dat was het verkeerd. Dan denk ik dat ontwikkelen meer tijd hebben, dus binnen aan de code kijken. Zij zou het kunnen dat ontwikkelen bugs achterhouden om dan nog hun vakantiebudget te verhogen? Nee. Ik kom even mee. Heb ik het laten zien, dus echt letterlijk in. Dit is mijn part en heb ik de bugs opgelopen. Ja, dus de meeste hebben ze vastgehouden, want die moesten releasen voor de vakantieperiode. Dat ze, ja, anderhalf maand voor de vakantieperiode, dat ze ook met de vakantie uitbetaald krijgen. En er waren zelfs bugs geïntroduceerd. Want ja, als je geen vindt, dan hou je tegen mezelf te maken. Dat is best eng. Mijn opdracht was vrij kort.
mijn verstandshouding met de ontwikkelaars was een beetje gespannen op het moment. Maar ja, die kwam erachter dat ik dat verteld heb aan het management. Dus opeens was het niet meer, hoor ik niet meer bij hun. Dus dat ze bunkwoningsprogramma was, die werkt eigenlijk helemaal niet af en recht. Dat is best lastig, hoe doe je dat goed? Het probleem is sowieso, waar moet je op inzetten? Ik zei al, met een pentest, Fargo zegt, nou pentest, dat mag niet kosten, dat is securities duur, dus we doen een pentest, blackbox test, 1 week. Dus in 1 week moet je al die lagen moet je achter. Dus heb je dan 1 pentester, je moet een waterhoofd hebben, dat is melden. En hij moet weten van netwerk security, hij moet weten van applicatie security, service security, database security, en technologie en het gegeven moet ik hebben. Wauw. Dus in 1 week de tijd, succes. Wat triest is, meestal vind ik nog wat ook. Maar in de 1 week blackbox test vind je eigenlijk meestal de dingen die je zelf had kunnen vinden. Als je anders aan de corona had gekregen. Als je penis doet, gaat het er niet doorheen. Een penis is blij als je dat heeft. Als je geen schat vindt, als je niet binnenkomt, dan wordt het heel. Ja, is niet leuk, hè? Je moet nog heel wat vinden, anders ben je geen goede pentest. Een vriend van mij, die heeft een pentestbedrijf, een security testbedrijf, die zei: ik heb gesproken, die had een klant. Er was in 2 weken aangezet een pentest, Whitebox. Na 1 week was de eerste update, hoe gaat het zo? Hè? En die klant, en? Ja, we zijn druk bezig. Dan zeg ik: je vindt niks, hè? Ja, we zijn nog druk bezig. Je vindt niks, hè? Nee, nee, toch allemaal goed. Nou ja, dat was een graag klant. Dus, mijn mens erop gezet. 2e week was erbij. Weer een klant gebeld. Ja, je vindt niks, hè? Ja, nee, we zijn nog bezig. Er waren wat schubbelingen, dus we willen nog een week achteraan zitten. Ons kostte geen probleem. Ja, is goed. 3 weken getest, een heel groot team. Dubbel zoveel als met oorspronkelijk bedacht. Niks gevonden. Dat is raar. Dan zegt hij dan, ja, maar security is ons heel hoog in de prioriteit. Want als wij onze klantgegevens verliezen, zijn wij van de markt weg. Dan gaat meer bij onze applicatie gebouwen. Dit is zowel fysiek toegang, als applicatie, als netwerk. Alles is heel erg security minded. En nog usability heel hoog. Dat toch altijd een strijd is tegen denk ik. Maar denk je nou wat voor bedrijf dat was? Maar. Helaas, nee. Nee. Zou mooi zijn, maar nee, ik was geen bang. Iemand anders? Sorry? Nee, dat komt een beetje kant op. Maar. Het was een tape porn site. Een porn site zegt, je hebt zoveel gratis en zoveel concurrentie. Als wij ons klantgegeven verliezen, dan gaat ons niemand meer gebruiken. Is toch bizar? Een porn site heeft een hogere security standaard dan een bank. Maar ja, je gaat wel een andere bondsheid doen als je je gegevens legt. Maar wie van jullie gaat een andere bank toe als je bank niet eens een keer gehackt is? Bijna niemand. Wie van jullie uit de bank gewist van die gegevens? Ja, ik wel. Ja, dat is toch raar? Ja, ik krijg toch mijn geld terug, toch? Nou, ik zei, afgelopen week was een conferentie. En ik had één sponsor, Secure Defender, moet je voorstellen. Die heeft mijn postpakket gestuurd per reimbursement. Dus meteen, ik moet voor een shipment betalen. Nou ja, dat is niet de afspraak, 170 euro, sorry. Dus ik zeg van, hé, dat hebben we dus gestuurd, dat is fout gegaan. Wat doet de sales dame? Oh, sorry, de pakket komt helemaal goed. Hier zijn mijn gegevens. Naam van de creditcard, naam op de creditcard, creditcardnummer, houdbaarheidsdatum en security. Ik leek het helemaal. Oké, we hebben een tijdelijk sponsor. Nee, natuurlijk niet. Ik heb die dame gemeld dat ze het nooit meer moet doen. Please, cancel this credit card. En ik heb haar collega's moest even vertellen wat ze gedaan heeft. Even onder ons, dat ze toch weer zeker maakt dat die credit card geblokkeerd wordt. Is me eng. Mijn mensen denken van dit moet opgelost worden. En ja, als je met die credit card getrouwd, dat doet nog niemand. Of als je het misbruikt, want dan krijg je toch mijn geld terug. Moeten de banken jullie geld terugbetalen als jullie aangevallen zijn en geld kwijtraakt? Wie denkt dat? En dan waar je woont. In Europa ja, dan geef je het terug. In Australië? Nee, geen cent. In Amerika hangt het af van de bank. Dat is toch bizar? Maar ja, dat heet altijd van, dat is grappig zo vaak. Ik heb het gehad, ik ging februari dit jaar ben ik naar Marokko gegaan, motorrijden. Hartstikke leuk. En
dat doen die reisorganisaties niet. Maar dat heb ik gedaan, die doen het nou professioneel, wil je doen. Hij vraagt mij, stuur je even je BSN-nummer op, je verzekeringsmaatschappij, bonusnummer. Dat mag je niet vragen. Ja, maar het is echt op straat liggen, dat is gebeurd, dan moet ik kunnen helpen. Dan zeg ik, ja, wat heb je dan nodig? Mag je verzekeren, hoe heet je? Ja. Meer niet. En als je verzekerd bent, ja, ik heb hier een knop nog op straat liggen. Ja, hij doet een beetje oud en de been is een beetje raar. Ja. De rest komt te later. Alleen we denken vaak, we hebben informatie nodig. Met één proces die je doet, dat je alleen een proces denkt, denk je, hoe meer is het, hoe beter. Dan heb ik het helemaal gezegd, ja, maar hoe bewaar je die gegevens? Hoe doe je? Ik heb een printje bij me. Daar denk ik vaak niet over na. Is ook wel lastig, hè? Wie beschermt jouw gegevens in Nederland? Welke instantie van de overheid is verantwoordelijk voor je die gegevens te beschermen? Wetbescherming, persoonsgegevens. Dat is het wet. En die het doen zijn, is het college beschermd, zoals het is. Ja. Wat is de maximum straf? Die is net verhoogd. Je moet sowieso bepaalde audits die je kunnen doorstaan om. Zeg maar met, om data een langere tijd op te slaan, geloof ik. Oh. Vooral persoonsgebonden informatie. Wat is persoonsgebonden informatie? Is leuk, hè? Adres, leeftijd, seksualiteit. Ja, daar is een woord voor. Of een beschrijving. Alle informatie die leidt tot één persoonlijke, natuurlijke persoon. Dus als je maat in elkaar opslaat, dan zijn er meerdere. Dus ook de relevantie van zo'n datasets. Als ik mijn plaatsnaam bij doe, mijn achternaam, ja, er zijn niet veel opgegeven waar ik woon. Dat is in Nederland, waar ik vandaag nog oorspronkelijk thuis heb, zijn er honderden. Maar in Nieuwegein niet. Dus klopt, als Nieuwegein is wel hier. Maar in Kraag in Nederland niet. Dus ook de relevantie en de correlatie van de data wordt belangrijk. Het moet herleidbaar zijn, hè? Ja, het moet herleidbaar zijn. Het gegevens moet het impliceert dat allemaal. Dus de ja. Naam in combinatie met een ander, zelfs al een deel van je bankrekening is al waar. Precies. Dan ben je al uniek herkenbaar. Ja, en het probleem is met een groot bedrijf, die heeft een losse dataset. En die losse data, die zegt niet veel, maar die correlatie van de data, die maakt het heel zo gevaarlijk. Er was een bank, die heeft, ja, vroeger had men op een gegeven moment 90 jaar geen mobiele telefoon. Die nog aan die eerste mobiele telefoon hebben gekregen. En de telefoonnummer, mobiele telefoonnummer wijzen was een lage prioriteit. Maar wat kon je daarmee? Nou, dan konden ze jou bellen om een nieuw product te verkopen. Niemand heeft alleen de mobile apps gedaan. Later werd de mobiele telefoon veel belangrijker. Maar de waarde, de proceswaarde, de relevantie van het mobiele telefoonnummer wijzigen, dat hadden ze niet aangepast. Want het bestond al jaren, het werkt goed, niks aan wijzigen. Opeens hebben we dus de mobiele telefoonnummer nodig voor een enkele van apps. Mobile banking, dat soort dingen. Het is niet aangedacht dat het wijzigen van een mobiele nummer zo makkelijk is. Dus hebben mensen gedaan. Ja, de mobiele bank. Mobile banking applicatie is best veilig. Alleen dat enable, dat vrijschakelen van, dat was een beetje de hoek. Dus je kon van bellen bank, hey, goeiedag, ik ben Pietje, oud weet ik van Urk. Ik wil mijn mobiele nummer doorgeven aan Urk. Oh, geen probleem, wat is je nieuwe mobiele nummer? Dan vullen we het in. Zonder validatie. En het proces was nog niet zo opgegeven. Dat was een dik hoeks. Dus wel leuk, we moeten dan alleen schrikken bij zo'n bank. Als je iets test, wij gaan straks kleine security wetsbeheerder krijgen. Wat vaak vergeten is, is niet, ik doe een proces scripting en ik ben binnen. Helaas, te vaak wel. Maar het zijn combinatie van, stappen van. Je ziet nog steeds dat banktest, je ziet ook, oh, dat zit erin. En dat zit erin. En dan wordt het ook heel lastig om de business uit te leggen waarom het een risico is. Want een hele aanvang, dat je eerst virtueel geld krijgt en dat geld weer echt geld maakt, want anders heb je dat niet. Dat is het proces, dat proces, de weg naar het doen, dat moet je beschrijven. En ik zie heel veel mensen die CTF's doen. Wanneer is een CTF gedaan? Wat is een CTF? Capture Flag. Dus dan krijg je namelijk opgaves, dan moet je de code line vinden. Deze. Dan krijg je een nummertje, dan moet je uploaden. Maar deze, dit map, hoe je daarmee gekomen wordt, die geplaatst. Dat is heel belangrijk. Om de context te weten. Hoe ben ik tot deze kids bij hen gekomen? De write-off. OWASP heeft samenwerking met Hacking Lab, hacking-lab.com. Dan kun je gratis OWASP challenges doen. Dan gaan we naar 10 punten challenge, de 10-30 punten challenge. Bij 10 punten challenge bijvoorbeeld, 3 is van hoe heet de vulnerability. 3 punten van laat zien dat je exploit hebt, maar 4 punten dan van wat is de mitigatie? Hoe los je het op?
Heel belangrijk. Maar ik zei bij pentesten, er is maar één hero, hè? Die kan alles. Dat is best eng, want daarom is wel de duur. Wat je eigenlijk nodig hebt, is een team. Die samen het oplossen. Want de ene weet meer van dadelijk, de andere weet meer van net als duur. Eigenlijk zou ik willen dat ze, net als CSI, het slachtoffer optekenen aan alle stukjes. Dat zie ik nooit. Er staat één beste die één applicatie test. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Als één iemand best bij één cruise gaan doen, betekent dat het niet verder vergesteld is met de security. Niet verder over nagedacht. Want je moet even kijken van wat is mijn victim, hoeveel weken kan er komen bedreigingen. Ze heeft wat eigenlijk een bankoverval ook doet, hè? Die gaat eerst de blueprint halen. En je moet weten wat is mijn bout. Hoe kom ik dan? Waar kijken ze naar? Ze gaan alles op locatie. Wat is dan relevant? Een bankoverval. Wat is relevant voor jou? Camera's, beveiliging. Ja, dus één is in de applicatie, in het object wat je af moet vallen. Maar de buiten. Ligt er binnen de stad of ligt er buiten de stad? Is er veel verkeer? Kun je een job, kun je ergens doorheen rijden? Is er een tunnel onder misschien? Een oude treintunnel? Dat is ook gek, hè? Ook wel eens een oude treintunnel, dan kun je gewoon een boormachine op. Ocean 13, dacht ik. Heb je ooit een tunnelmachine, een grafmachine gezien? Die past echt niet op een vrachtwagen. Maar goed, dat filmt alles. Dus dan kun je gewoon een oude tunnel naast de zorgwanden liggen. Maar dat is goed. Maar daar moeten we dus over nadenken dat als applicatie. Want wat is onze victim? En hoe kan ik hem benaderen? Hoe kan ik erbij, waar ga ik kwetsbaar detecteren? Hoe kan ik ze misbruiken? Een aanvallingsplan maken. Makkelijk toch? Wie van jullie heeft een applicatie geschreven waar je moet inloggen? Nee. Makkelijk toch? Nee, niet makkelijk? Nee. Twee keer moet veld en als het loopt, dan heb ik winnen. Wat is er moeilijk aan? Dat doen we nou niet meer, hè? Waarom niet? Omdat je dan kan herleiden of een gebruikersnaam bestaat. En als je data bezit, kan je gaan brute-force op je ene entity. Ja, dan ga je achter van, hey, de user, het password is incorrect, dus weet ik username, dus kan ik proberen het username vaak met een password via brute-force. Maar ja, het is bij geregistreerd bij de website, dan wordt een username gevraagd. En die wordt afgegeven. Je mag geen dubbele username hebben, toch? Nee. Waarom niet? Ja, waarom niet? Dat is weer de vraag, want de combinatie username en password moest kloppen. Dan wordt het weer een tricky. Maar vaak, kijk, ja, bij het inloggen vind ik het niet. Nou, dan maak ik gewoon een nieuw gebouw aan. Oh, deze naam is al vergeven. Hé, ik heb informatie dat je niet gaat zien. Dus ja, ik heb niet de eerste stap, maar ik heb een zijweggetje. Dan vind je toch alle usernames. Oeps. Niet aangedaan. Wie van jullie heeft iets op eBay gekocht? Dan ga je bieden, dat is toch leuk, hè? Ook niet. Huh? Kun je direct kopen? Maar eBay, bieden, biedwebsite. Wat zie je van die andere vrouw die ook biedt? Wie heeft ooit zo'n veiling meegemaakt? De afdracht dat die biedt en gedeeltelijk zijn gebruikersnaam. Waarom wil je maar gedeeltelijk zijn gebruikersnaam? Ja, maar het stiekt niet weg. Dus wat doe je dan? Als drie keer per keer inloggen, dan ben je een uur mag niet meer inloggen. Als je het weer doet, dan kun je om twee uur inloggen. Dat is om de brute force tegen te houden. Dat gebeurt dus, vroeger was inderdaad de hele username leesbaar. Dus ja, ik wil iets kopen. Ik zeg 10 euro, en hij wil iets kopen, zeg 20 euro. Ja. Ik wil het toch hebben. Dus ik wacht, ik laat hem de 20 euro staan tot 59 minuten voor het eind van de veiling. En ik wist een username, dus ik ga drie keer verkeerd inlopen. Dan ga ik overheen. Leuk, hè? Daar hebben ze niet aan gedacht. En daarom is dus de rest van de username niet gelezen. Dus inderdaad, van verder denken met security, niet alleen van hé, hey, we hebben goed voor beschermd, maar in de hele plaats van security is een stukje weggelaten. Maar het is best, oeps.
Oké. Zover? Is dat goed? Oeps. Dan ben ik eruit, zie ik te weinig koffie heb. Of te veel? Nee, dat bestaat niet. Zijn er van jullie studenten geweest die met Mets de Zaal gesproken hebben? Mets de Zaal? Ja, ik was erbij. Oké. Dat was nog de oude versie WTE. Dus wij gaan er straks op hebben op de OWASP WTE, Webtesting Environment. Een vriend van mij met de Zaal, die heeft ontwikkeld, die zegt, ja, we hebben OWASP zoveel tools. Wij moeten alle tools los downloaden. Dus dat schiet niet op. Dus heeft de verzameling gedaan, de hele eerste OWASP Live CD. Heeft hij nou hernoemd, al jaren geleden, naar WTE, WTE. En dat is nog de oude versie. Hij heeft me beloofd dat ik in 80 uur de nieuwe versie zou gaan lopen op beschikbaar stellen. Dat heb ik niet gedaan. Komt het jullie, bedankt. Nee. Gaan ze als de volgende dag met zijn stem kwijt. Dat hebben jullie gedaan. Ik zei tegen hem, ga nog dood Christmas doen. Maar ook. De OWASP WTE, dus is een Ubuntu of Linux-based set voor allemaal tools. Ga ik even mobiel, dat weet ik dat ik even toeprikken doe. Nee. Waarom niet? Oh. Mooi, dat doe je niet. Dat is jammer, dan ga je mijn nek breken. We hebben twee dingen. Hier op een VM staat, dus de OWASP VWA. Mijn point is, we hebben ook heel veel open web apps, VWA. Applicaties verzamelen, eigenlijk hebben heel veel mensen die zeggen, oh ik heb een leuk idee, ik maak een webapplicatie die onveilig is. Ja, omdat ze kunnen allemaal apart downloaden, maar hier hebben we gewoon heel veel samen, omdat de opstand leuk is. Ze kunnen het even gewoon killen of niet nadenken. Gewoon een keer doen niet meer. De OWASP VWA. Dat interface is web-based, dat krijg je dit schermpje. Wat we hebben zijn trainingapplicaties, dat zijn webcode, webscanner, de Vulnitaire. Heel veel applicaties waar je dus die vaardigheden kunt trainen, trainingsapplicaties. Je hebt daaronder heb je ook realistic, bewust onveilige applicaties, die zijn lijkt meer op een echte applicatie. En onder heb je alle frameworks die niet veilig zijn, ja? Die bovenste staat Ghost. Is dat het CMS, Joost? Sorry? In die bovenste staat Ghost. Is dat het CMS van Ghost? Ik heb van Ghost nog niet gekeken. Ik ken ze niet allemaal. Ik denk het niet. Nee, ik ben niet van CMS te maken. Dit is ook weer een van de onveilige applicaties. Ik ken het zelf nog niet. Ik ken het niet allemaal. Wat ik ook wil brengen, maar ik ben hier aan teruggekomen gewoon wat tijd. Afgelopen week was het een beetje. Is een nieuw project dat heel erg cool is, OWASP Server. Dus die kun je in een hele VM, waar je dus zowel in Glass mode, in CTF mode of als trainingsmode moet laten lopen. OWASP Server, Security Server. Leuk. Dus dan zie je ook weer steeds meer nieuwe applicaties bijkomen die er weer verbeteren. Oké. Okay. Arne zei dat jullie alles weten van security, toch? Nope. Ik kan maar wel iets twijfelen. Ik kan nooit alles weten. Dat klopt. Ja, dat het eerste wat je nodig hebt, wat we naar kijken, is webcode. Die zou je niet kennen, toch? Ja. Wat is dit? Het eerste wat je opvalt, dat is je pentest doen. Wie ziet dit? Basic Authentication. Basic Authentication, wat zegt ons dit? Waarschijnlijk nog veilig is via Apache Engine of iets in die richting. Dat is Basic Authentication, dus de server is verantwoordelijk voor het afhangen van de organisatie. Wat doet Basic Authentication? TACE64 encoding. Ik hoor iets, maar. TACE64 encoding. Van? Van het wachtwoord. Van het wachtwoord. En? Username. Einde. Dat ik heb u guest. Guest? En het eerste wat het omvangt hier namelijk is, het is HTTP, geen HTTPS. Ah. Ah. Ik heb geen slotjes gezien onderin. Mijn slotjes zijn allemaal veilig, toch? Niet
Ja. Zou zo mooi zijn dan. We gaan hier, zien we de WTE, hebben we de hele samenleving van OWASP dingen. Dit is een oude versie, dus je hebt hier fases. Wat is fusie? Wat is fusie? Probeer je random data. Probeer een soort van random data te sturen. Ja. Kijken hoe de applicatie reageert. Precies. Je gaat input filteren, kan die vinden of geeft ze aan. Dan gaat hij gewoon allemaal dat ontzettend ingooien en kijken of het omvallen of niet. We hebben proxies. Wat is een proxy? Een intermediair. Tussen? Tussen systemen of tussen een eindgebruiker en een systeem. Ja. Wij staan even de webscherm op. De vriendin gaat matig aan het user-interface te trainen. Setproxy is vele malen beter dan het webscherm. Dat hebben we uitgeprobeerd. Dat is ook leuk. Ik heb OWASP zelf te verzamelen op vrijwilligers. Dus mensen gaan hen zelfs aan de slag en de webscherm opleveren. Dus, oh, hij is ouder, moet verbeterd worden. Dan hebben we echt webscherm. NG, Next Generation. Van webscherm NC++, wij zijn niet geworden. Dus heeft Simon eigenlijk een set ontwikkeld. Set een tech proxy. En die is veel meer beter dan hier dan de oude versie op. En voor mij vind ik dat het webscherm iets makkelijker werkt als je de training applicatie doet. Dus je staat erop, mooi. Een scherm, een oorsloper. Het is Java-based. Dan moet ik natuurlijk wel mijn browser vertellen. Dat hij hier via deze moet communiceren. Je ziet hier bij de proxy, zie je namelijk hier op de listeners waar hij naar luistert. Dus dat is 808, dat ook al. Dat zie ik graag nog hier. Wat zijn mijn settings? Dat is Linux, dat zijn preferences, settings, manual configuration. Ik heb mijn erin gezet, oké. Dan sluit hem af. Oké, dan zou ik hem bewegen. Het leuke is, ja, even auto niet aanzetten. Deze uitzetten. Het leuke is, Webscape Webscope is een onveilige applicatie. Als je op je laptop Webscope rijdt, dan is je laptop, de server, dus kun je aangevallen worden. Het is echt gebeurd dat iemand dat op zijn werkduur deed. Moet, oh, hij moet aangevallen. Ja, die krijgt webcode. Daarom, zoals hier, is er afgeschreven, kan nu een bloot afbij, dan is het veilig. Denk erom. Als je webcode rijdt in een splendide groep, iemand anders denkt, goh, hij heeft leuke films, maar niet dat soort dingen. Niet zo handig. Ik sta voor de waarschuwing, ik vind steeds jammer dat ze een klein bijstaat. Staat er. We zien dat het een trainingsapplicatie is. En voordat ik een trainingsapplicatie is dat die een handje meer heeft. OWASP heeft één probleem. En ik weet het verkeersbureau ken, ken ook veel mensen van. Die zeggen, ah, OWASP, wat u in het begin gaat. Wij zijn de echte hackers. Maar we hebben een spagaat. OWASP wil voor meer, want de dingen die we leveren om beter te maken. Maar we moeten ook nieuwe mensen steeds in het veld inleiden, invoeren. En daar hebben wij de spagaat vooraf mee te lopen. En achteraf moeten mensen weer nieuw introduceren. Wat je ziet, is hier, kun je het lezen? Leesbaar. Je ziet hier allemaal challenges, ik kan het brengen. Hierboven kun je hints laten zien, als je denkt, ik weet niet wat ik doe, hint. Begin dan niet met de hint, begin echt te denken. Ik heb parameters laten zien, 6 parameters. Je kunt cookie informatie laten zien. Je kunt een hele leerbank volgen, je kunt een Java-file achter zien. En je kunt dus ook de oplossing kijken. Dat is een instinker. En de solution, dat is een YouTube film. Dan zei ik net, ik wil geen internetverbinding hebben als ik mee bezig ben. Beetje apart, maar goed. Oké. Hoe werkt het? Gaan we even beginnen. Goed. Een beetje wat je vertellen. De lessen heeft al een logische naam. Maar hoe heet deze lessen? Dit is de challenge. Is toch een cruise in PC? We hebben één iemand die kan lezen, gelukkig. Dankjewel. Dus, wat is het eerste waar je naar kijkt? Eigenlijk wat je doet met als je een Afrikaans security onderzoek. Waar begin je mee? Wat is het eerste wat je doet? Stel je voor, je bent allemaal nog zo'n boze jongens, toch? Wat is het bij je met Donald Duck? Zware jongens. Dat is een tijd geleden.
Ik heb wel groot Nederlands geleerd. Maar ik ben allemaal een zware jongen, dus je hebt allemaal de masker om. Je bent doemer. Je hebt een bank die je wil aanvallen. Online banking. Wat is het eerste wat je doet? Blazen. Sorry? Blueprint. Blueprint. Ja, hoe krijg je die? Hoe krijg je die blueprint? Achterkomen wat voor systemen ze hebben en dan daarop verder zoeken. Hoe kom je erachter? Ja, een beetje in de broncode kijken, kijken op patterns. Broncode zijn dat? Dat is broncode kijken, het zit bij de aandacht, dan ben je gerelateerd pas. De eerste informatie doen, reconnaissance, zonder het doel echt fysiek aan te raken. Ben je niet gerelateerd, dus we bouwen afkijken. Maar hoe doe je dat? Mindbank.nl. Ik wil weten wat daar loopt. Dus dat is het eerste wat ik doe. Vanuit die webpagina, daar is niks vreemd aan. Sorry? Gewoon die pagina open, dat is. Dat is CRT, het spreekt benaderen. Maar je kunt nog informatie vinden zonder het benaderen. Nessus. Daar ga je niet direct benaderen? Nee, dat is gewoon een kort. Maar ja, dan ga je wel direct server benaderen. Je bent direct hier van. Gewoon Google of hoe is. Sorry? Google of hoe is. Ja, googelen. Google is een vriend, hè? Google Docs. Docs. Is een tour geweest waar kun je gaan kijken. Zoek resultaten van het. Dan ga je kijken. Wat voor documenten vind ik op internet? Waar de naam van die bank voorkomt. Dan ga je nog meer doen. Hoe is het inderdaad? Wie heeft het mij geregistreerd? Hebben ze intern ontwikkeld of hebben ze extern gehost? Wat nog meer? Ja, waarschijnlijk hebben ze ook medewerkers nodig, dus je kijkt op jobboards. Wordt er echt een Java.net ontwikkelaar PHP-ontwikkelaar gezocht? Oh, dan heb je dus Java.net PHP. Ze gaan niet het C++-ontwikkelaar zoeken als je koopbord ga je, toch? Ja, dan ga je nakijken. Ze nog niet gaan, alleen maar informatie winnen. Hebben ze medewerkers nodig? Wat kun je nog doen? Ja, je zet het grondcode kijken, dus je gaat inloggen. Je gaat de website bekijken. Wat ga je nog meer doen? Dus je hebt allemaal die weet dan op jobboards wat er allemaal draait. Wat ga je nog meer doen? En de volgende is nu, ik ga naar de bank toe, ik ga rekening openen. Goeiedag, meneer Doplog, ik ben een hacker, ik wil u weer aanvallen, kan ik de rekening vinden? Ja, online banking is nodig. Ja, dan heb je toegangscode. Ik hoor zo vaak, Blackbox test is dat de hacker heeft geen kennis. Wat is bullshit? Maar de hacker heeft één ding, dus tijd. En natuurlijk kan ik als hacker gewoon met mij inschrijven en een account aanvragen. Een account geeft kost bijna niks meer tegenwoordig, ik heb een hele vrouw. Dan koop ik een paar accounts, ga ik daarmee inloggen. Dat is dan niks verkeerd, dan ga ik gewoon inloggen, dan kan ik ze gebruiken. Kijken hoe je reageert met de happy flow, welke informatie geeft mij. Dat is het eerste wat je doet. Inderdaad kan je dan. Je kan namelijk ook naar mijn spider. Kan ik ook zeggen, want ik wil hier scannen. Hier draait de webcode. Maar vaak zie je bij banktesten, dan mogen ze maar hier scannen. Vanaf de applicatie. Dat is mijn applicatie gekomen, ben dus afschrijven, want het doel van de onderzoek is de webcode applicatie. Dit is mijn klasbank. En ik vind dat alles doen is taken plus 1. Ik ga eentje hoger zoeken. Dan krijg ik heel andere informatie. En dat had ik allemaal niet gevonden. Die andere applicatie had ook op het rijden van het netwerk. Dus ze zijn hier ook. En hier zie ik ook de service niet draaien. Als je hier beneden zou waarschijnlijk wel. Nee, ik zie geen service. Deze is het. Als je in elkaar draait, zie je nog een service interface staan. Dus dat zie ik ook aan de kaart naast. Dus met hoe is, weet ik de main hoster is, die weet misschien een host op bij je draait. Je ziet een hoster ook andere applicaties. Misschien zijn die bankapplicaties heel veilig host in terrein. Een andere applicatie, weet ik het, de burgerclub van Amsterdam Zuid-Oost. Ook, die hebben geen security verwachting. Ik heb ooit banktest gedaan, zeg ik, ja, dat is wel leuk, hè. Waar moet ik even met zijn pens uitvoeren? Het klant vraagt mij, hey, doe je een pentest? En dan zeg ik, ja leuk, prijs overeengekomen, tijd overeengekomen. En dan? Mag ik gelijk aan de slag gaan? Wat, waarom niet? Je moet eerst toestemming van wie? Dat is goed. Ja, en dat is goed?
Is dat voldoende? Ik denk, ja, het is voldoende. Op de gegeven moment getekend. Het is toch eigenaar van de applicatie? Ja, helaas. Het is leuk Nederland. Wat ze ook kunnen tekenen, je bent nooit veilig. Dus, bemangen. De opdrachtgever zegt dat mooi mijn contract zou in. Hij is verplicht om alle achtersystemen eigenaar aan te waarschuwen. Dus is mijn proxy, ja, ik ga van ouders bij deze bekendgemaakt daarmee dat hij van alle andere partijen ook een vrijwaring heeft. Want ja, hoogstens zelf of niet? Waarschijnlijk niet. Is dat niet? Wie is de eigenaar van de applicatie? Gelukkig is het land zelf, maar vaak ook niet. Ze zijn een gebruikmaat applicatie. Moet je die nummer laten tekenen? Dat is wel een lastig. Ik heb vaak genoeg dat ik, ja, nee, geen probleem, dat zorg bij voor. Ik denk, ja, dat zou wel mooi zijn. Als ze heel erg enthousiast zijn, dan zijn ze achteraf de lastigste. Als ze heel enthousiast zijn, dan hebben geen idee. Nee, doe maar. Oh ja, de grootste partij heeft ons gebeld. Ik wil even weten wat je doet. Ja, ben dus. Ja, maar je gaat nog niet die dossen. Ik zeg, ja, wat bedoel je dan? Wat is die dos? Service. Disciplinaire service, maar wat betekent dat? Van de service of line halen, zoveel request per seconde doen. Ja, wij doen eerst een zorg, bom, vult op. Nee, doen we niet, dat is functionality dos. Sorry. Wat is een functionality dos? Dat je bestandigen uploaden, maar vaak vergeten. File uploaden is even een lastige applicatie. Dat is een best kunnen uploaden. Ja, maar dan hebben we nog 1 en B maar. We lezen maar de eerste 3 regels van de bestand. Maar ja, wat houden we tegen? 100 bestanden uploaden met 1 MB, waar maar 1 regel code in staat. 1 regel tekst. Hoor, dat is niet aan gedacht. Dan kun je functioneel dat ding om 7 aan helpen. Dus dan ga je zeggen, ja, is wel leuk, maar we gaan even tijdelijk een ander segment zetten. De applicatie. Zeg, oh, je vertrouwt je eigen infrastructuur niet. Nee, dat is allemaal goed. Je laat niet dat andere klant last van hebben. Die dus oplossen is heel lastig. Je kunt weinig doen tegen die dus. De grote banken die hebben dat in cloud opgelost, die kan een hele dynamische scaler uit zijn aanvraag komen. Ik ken een bedrijf in Duitsland, ik ken een bedrijf, ik ken de betrokken was van het bedrijf, niet bij de OPC-belker, die is van oude business gehaald door een DDoS. En die is normaal een kleine hosting provider, die is weer aangevallen. En de kleine hosting provider zegt, sorry, ik kan hier niet meer tegen, steek dat eruit. Ja, als je business online is, dan doe je dat. Dan ga je weer. Dus is op de volgende hosting provider, die groter en sterker is. Maar ja, die heeft dan wel meegekregen dat er iets gaande is. Dus de prijs gaat niet omlaag, die gaat omhoog. Want dus is de DDoS weer versterkt, dus dan moet ik een grotere, dan moet ik nog groter zoeken. Die echte bankbreder aan heeft de DDoS gehad. Maar op een gegeven moment wordt het zo duur, dat kun je gewoon vergeten. Dat bedrijf is failliet gegaan. Duur omdat iemand, ze hebben vermoeden, maar hebben bewijs gemaakt, hun automaat wil halen. Van de DDoS. Best wel wat, gewoon financieel. Ik denk het is wel mogelijk, maar ja, betaal het maar voor, dat waard vergeten. Oké, ik sluit het af. We hebben gezegd, het is gewoon loose naar HTML 11. Dus we hebben gezegd bij de bank, je hebt online, je hebt dus een account aangekomen, je kunt kijken welke technologie ze hebben. Je hebt een rekening geopend, je hebt toegang tot de applicatie, je kan niet ingelogd naar de applicatie. En je hebt dus inderdaad gespijderd, mag spijderen. Mag dat spijderen van de applicatie? Afhankelijk. Wie denkt dat het mag? Als je robot respecteert, sorry? Als je robot.txt respecteert, dan mag het wel. Ja, maar die staat bijna niet meer. Bijna niemand heeft dat meer, robots.txt. Dat is jaren 80. Oh. Kom op, 90. Natuurlijk mag. Ik mag. Want de spijder kan niks anders vragen dan dat trouwens ook kan. Ja, de robots.txt is een vriendelijk verzoek. Zo lachen. Hè? Wat is robots.txt? Wat staat erin? Sorry? Voor een search engine, welke dingen die mag indexen zijn. Ja. En weet je niet mag. Super handig, dus je gaat meteen kijken naar dingen die niet mogen. Dingen die niet mogen, hè? Maar we zijn dan. Ga daar niet naar kijken. Het White House, als het gewoon begint, met normaal een hele grote default, een notepad, heeft 16 A4 grap aan dingen waar je niet in mag kijken. Dit is all classified. Oh, dankjewel. Ja, dus dat is een technische cijfer. Hier kijk je hoe die website opgebouwd is. Niet zo spijtig mag. Alleen ja, je wilt niet detecteerd worden. Hoe doe je dat dan? Als je niet detecteerd wilt worden, dan ga
gaan we aan de request verlagen. Want ze denken dat mensen zijn ook vaak wat daar getekend. Dus wat gaan we hier doen? We gaan de source code kijken. Toch? Hoe doe ik dat? Krijg ik de muis nog. Heel goed. Ik heb het vaak gedaan, hè? Ik vind een elementje. Inspect element file. Ja, maar weet ik niet. Ik wil gewoon de source kijken. Deze is dat. Web developer misschien daar. Sorry? Onder web developer? Ja, view source. View page source, dat is ook boven. Wat? Ah! Ja, hier zit. Waar ga je naar zoeken? Dankjewel. Script. Sorry? Script. Form. Ja, form. Kijken waar het naartoe gesendeerd wordt. Moet ik het ook groter maken? Lees het, vriend. Het gaat erom dat die hints en source code, wat ik zei, wat ik ook naar zocht, ik kijk van, hé, wat je informatie voor het prijs geeft aan de applicatie zelf. Produce fix me. Ziet zoiets in de source code. Maar ik heb dit vaker gedaan, dus we zoeken op fix me. Grote maat. Dat zien we hier. Oeps. Denk je dat zoiets echt gebeurt in de film? Wie denkt dat kan niet? Dat gebeurt nooit in de echt. Dit hè? Ja, gebeurt wel. Regelmatig. Het leuke is met zo'n testapplicatie. Als ik hier invul, dus wat vul ik hier in? Admin. Oké, jullie lezen letten nog op. Inderdaad, mijn testapplicatie is dan gefeliciteerd, dus je hebt het goed gedaan. Er zijn twee problemen. A, die informatie hoort niet dus te tonen, de toon te worden. Ja. Het is een commentaartekst, toch? Ja. Waarom wordt de commentaartekst hier getoond? Zou dat moeten? Eigenlijk niet. Ja, eigenlijk niet, hè. Eigenlijk zou het weggelaten worden op de server. Waarom doet het gebeuren niet? Ja, dit is HTML-commentaar, kan ik zien altijd. Sorry? Dit is zeg maar, dit wordt meegestuurd gewoon omdat de HTML-commentaar is. Ja. Maar veel moderne frameworks hier hebben vaak de mogelijkheid. Wat voor technologie wordt hier gebruikt? Sorry? Tomcat. Tomcat is een webserver, ja? Wat zie je hier? Spin JSP. Wat is JSP? Java. Hoe ziet de commentaarnotatie uit van Java Server Pages? Met een add, precies hetzelfde, alleen hier komt nog een add voor. Dat zie je als je technologie moet kennen. Ja, het gaat om een code, die moet gewoon commentaar, die moet gewoon doorgeven. We gaan dus hier de JSP-commentaar inzetten, maar als die weggelaten op een gegeven moment. Dus ook weer, ik heb informatie geven mee, en hoe ga je het meegeven? Als je dit gewoon in puur HTML zet, dan zou je het gewoon weg kunnen laten door een if-statement in te zetten. Want je kan, geloof ik, in HTML een soort van if-statements in comments zetten. Bijvoorbeeld gaan kijken of je meedraait. Dat is met de browser. Nee, ja. Dit wordt meegestuurd naar de browser, ja. Ja. Dus je kunt hem nog steeds opvangen met voor de browser met de proxy. Ja. Eigenlijk wordt het helemaal in. Er wordt nooit systeemrelevante informatie, wordt nooit meegestuurd worden in commentaar. Wat ze hier gedaan hebben is, ja, hadden ze de ISP-commentaar, was goed geweest. Was in gewoon een HTML-commentaar, is toch HTML uiteindelijk, of niet? Ook de technologie kennen. Je kent ooit in het land gaan die zegt serverless are evil. Hoor je vaak, serverless, ah oh, nee, niet getrouwd. Toch? Wie van u heeft Java ervaring? Serverless are evil, toch? Heb je nooit gehoord? Ja, maar ze zijn ook behoorlijk hackable. Dus. Nou, ik vraag hoe je schrijft. Dus ik kan het niet maar. Dus je kan het laten gaan, die zegt we hebben geen serverless, we gaan alles in ESP's doen. Niemand van jullie begint te lachen. Wat wordt in de JSP als hij gecompileerd wordt? Serverless. Een serverless. Ja, dus hij zegt het zo tegen mij, dat is ook geen serverless, alleen JSP's. Ik zeg, sorry? Ja, nee, alleen JSP's, serverless is niet wel. Oké, basis Java 101. Even uitleggen. Maar als je een plugin serverless,
probleem met die ESP is? Het zijn allemaal singletons. Er is alleen maar één instantie veilig. Dus als je Klaas variabelen gebruikt, moet ik het deel door alles gebruikers. Wie kent allemaal jouw hond? Jullie wisten dat niet? Ik heb nog nooit met Sherlock gewerkt. Die ESP is ook niet. Ja. Dus als je het gaat gebruiken, kijk uit. Dus dat soort dingen. Je hebt geen instanties voor de gedeeld. Ken die technologie? Zijn serverplaatsen een heel belangrijk onderdeel van jou? Als je webtevlek doet, ja, die hebben geen jouw serverfaces, maar ja, voor mij, iedereen die ik ken die dat gebruikt heeft, die heeft voor het telefoonregeling gegaan. Dus die ESP is nog steeds vrij makkelijk om jou een webplaatsen te maken, dus heel veel gebaseerd op ESP. Ik gebruik een algemeen framework die via een eventbus, die gebruikt het reactor model. Dat die zelf, er zitten gewoon ingebouwde dingen in het framework, dat je gewoon een route-matcher kan opzetten, dat is net als in Angular als het ware. Je kan je routes definiëren voor je HTTP-laag en die kan je gewoon naar HTML laten verwijzen naar Surfie. Maar of dat bijvoorbeeld een motorcarbon-server gaat zijn, dat weet ik niet. Moet je framework kijken. Heel vaak denken we dat framework zelf een laag kijken dat het veilig is. En helaas, heel vaak zijn het weer zullen. Maar framework is gebouwd zodat jij snel webapplicaties maakt. Veiligheid. Dus je ziet inderdaad WordPress, dat soort dingen die hebben ook een groot probleem. Dus ja, dat is de historische framework is nog wel lastig. Weet wat onder de onderkap zit. Ik doe ja, wij zijn nummer 9. Dus ja, vroeger moest je nog kiezen welke compiler ik gebruik. Je moest kijken welke runtime omgeving opzet. Tegenwoordig is toch nog meegeleverd. Wie van jullie die ja doen heeft ooit in de VM gekeken wat er gebeurt? Nee, dat doet het toch. Ik heb steeds de koers voor zijn tijd in Java, tegenwoordig tot net, is de garbage collector. Die had ik graag willen schrijven. Die is hier geweldig. Je bouwt iets dat mensen kunnen aanroepen, maar ja, of je doet of niet, dat bepaalt ik. Oh, screw you. Ideaal. Jij doet het niet, jawel, maar niet wanneer jij wil. Heb ik aan de aanroepen? Ja. En dan denk ik, nou, wat wil je doen? Ik zeg hier niet zo'n functionaliteit. Je kan ook bij zijn fout doen. Maar goed, daar moest je vroeger op nadenken. Tegenwoordig gaat iemand van, ja, maar het doet het toch al. Het bestaat zo lang, het zou wel goed zijn. Kun je met security goed opzetten, want ik tot net ontwikkelen. Als ik, ja, security heeft mij niet nodig. Hè, tot net, we hebben een framework. Dat werd echt letterlijk tegen mij gezegd. Ik denk, ja, wat ziet er? Zo'n managed code, hè? Wat is managed code? Ken je het term? Dat je voor jou opgehangen wordt, hè? In unmanaged code, in C moet ik mijn objecten zelf verwijderen, C++. In managed code hoeft dat niet. In Java tot net, toch? Dus Java heeft geen memory link. Klopt dat? Nee, klopt niet. Klopt niet. Waarom? Weet je dat ook? Nee, ik weet niet precies waarom, maar ik heb wel vaker gezien. En het kapersklet, dat hier ook een object waar geen verwijzing meer naar is. Maar als je nou een container maakt, dat CLT naar elkaar verwijzen, dan blijft het even bestaan. Maar dat is toch van dit van een garbage collection? Nee, want als je naar elkaar verwijst, dan blijft het verwijzen. Hij heeft een referentie en dan zegt hij, ja, dat mag ze niet opnemen. Hij gaat alleen opnemen waar nergens mee moet verwezen worden. Oeps. Nou ja, hopelijk gaat je veel omgeving dat. Wat je nog reden dan is. Sorry? Zal de applicatie beëindigen van het investeren? Nou ja, dat doen ze vaak. Hè. Dan moet je regelmatig een reboot herstarten. Ja, het is slechts schrijft wel. Maar hoe moet je dat spelen? Kutlijn, is dat ook? Nee, maar ik denk dat tijd voor de team pauze, dan gaan we echt in de hek toe. Ja? Kun je roken? Zie ik voor. 10 minuten meer, dus 42. Maar dat is 100%. Hoe moet je? Ja. Wat
Hij loopt. Oké. Okay. We gaan eigenlijk naartoe waar je lang op gewacht hebt. Wij hebben nog even fouten gehad. Nou, Fishingman zie je steeds minder. De laatste spelen nog focus van het overvloed. Vind je er mee over? Ja. Waarom worden steeds minder Fishingman gestuurd? Zijn die minder succesvol? Nee. Hoeveel awareness-campagnes mijn bedrijf ook doet, dat blijkt dat alle 4% blijven klikken. Dus je moet een awareness-campagne doen, phishing mail, mensen klikken erop, vertellen, dat mag niet doen. Awareness-campagne, phishing mail, 4% klikken altijd. De meeste die klikken is management of is interesse van de manager. Want die krijgt een e-mail van de manager. Die klikken altijd. Alleen waarom zie je steeds minder phishing e-mails? Omdat accountinformatie is zo beschikbaar, dat is helemaal niet meer de moeite, het kost niks meer. Ik word ja, 1000 accounts, ik wil niet ja, dat ik 10% nog op running is, kost een tientje. Het is geen geld meer te verdienen met credentials. Dat is het hele probleem. En sinds dat mensen, ze heeft een user en password gebouwd voor meerdere applicaties. Dat is ook niet handig. Dus je Facebook account, ze heeft een credential gebouwd uit je bankaccount. Dat hebben we heel erg gezegd, mensen, dat moet je niet doen. Maar daarvoor gaan we nu dus vrijschakelen met autorisatie via Facebook. Goh, wat zou mis kunnen gaan? Oké, okay. Even de basis van hoe werkt het überhaupt? Je ziet vaak ontwikkelaars van, hey, je hebt het verder niet goed beschermd. Je ziet hier, mag je twee keuzes maken, toch? Niet meer, ik kan geen twee keuzes. Ja, klopt dat wel of niet, sowieso wel. Ik kan hier twee dingen kiezen. Hier wordt gevraagd om 6 verder te wijzen. Hoeveel zie je hier, hoe verder? All 6 fields. Hoeveel velden zie je hier op het scherm? 5. Ik zie hier deze, 2, 3, 4, 5, 6. Submit-button is ook een field. Dus hoe ga je dat aanpassen? Je vraagt een ding van, hey, je moet de validatie niet goed gedaan. Ja, maar je kunt iets anders kiezen. HTTP is een text-based protocol, toch? Dat is basis, dat zouden jullie aannemen zijn dat jullie dat weten allemaal. Dus hoe ga je ze aanpassen? Van met F12. Wij hebben een HTTP-box opgestart. Oh, daar. Ja, precies. Ik heb hier aangezet dat ik dus in de ring. Dan zet ik aan dat ik de request in de zet. Ik zeg submit. En dan doe ik niet. Oh, ik heb weer uitgezet. Nog een keer aanzetten. Dit wordt allemaal weggestuurd. Dat is jouw bovenste HTTP header, dat is de body. Al die informatie wordt doorgestuurd. Wat? Ik heb het uit, nou heb ik het hier goed. Het leesbaar. Het opvalt is hier authorization. Wat is dit? P64. Ja, wat is dit? P64. Dat is P64, ja. Wat is dat? Encoding. Is de encoding van? Doe zijn password voor de HTTP authentication. Ik heb een klant gehad, dat zou ik vroeger, dat de delen van de website HTTPS is duur en verdraagd. Dus we gaan alleen maar als ze iets echt iets doen, HTTPS vereisen. Daarvoor niet. Ja, dat is één probleem. Als je nou een foutmelding krijgt, dan is dat geen relevante pagina. Dus dan gaan ze foutmelding zetten weer HTTP. Ja, als je de pagina teruggaat in HTTPS context, maar de session informatie is niet vernieuwd. Oeps. Dus ja, wie is verantwoordelijk voor dat te regelen? Applicatieserver. En als jij daar rare dingen mee doet, dan moet je programmatisch je session-ID vernieuwen. Dus als je aanlogt met een server, krijg je een nummertje. Dat is een server die jou onthouden. Ja? Dus je logt aan, de server geeft je een ticket, dus een session-ID. Ja? Als je dan opnieuw aanlogt, blijft nog geen session-ID houden. Dus je moet steeds, nee, dan moet ik nou wel of niet vernieuwen. Dat is bijna niet te doen, dus alles HTTPS en niet alleen maar de helft van de applicatie. Je hebt alle kleine toeltjes. Een van die tools is een transcoder. Dan ga je gewoon inzetten, op V, en dan P64 die code. En dat is de user en password dat je opgeschreven hebt. Dan heb ik tegen mensen van, joh, je stuurt user en password hier tekst. Nee, kijk, is onleesbaar. P64, ja. Zo jammer. Dus, die is aangezet. Je ziet deze terug, dus dat is allemaal verstuurd worden. Vaak zie je ook als je Google Analytics gebruikt ook veel websites.
Ik heb een paar websites gezien die Google Analytics gebruiken. Wat doet Google Analytics? Die gaat allerlei eigen linken gaat doorsturen naar Google. Die hebben een mooie status stats bij van hoe vaak deze website door wie bezocht. Heel goed. Maar dat betekent dus ook dat je dus die authorisatiekey naar Google stuurt. Don't do evil. Dus we zien hier. Ja, mooi ja van je bedrijf. Is er inderdaad 5 velden? Hoe komt dat? Dat je niet hier maar 5 ziet. Hoe is dat? Dat is een scherm. Die is even op de input field staat hierbij. Inderdaad, dus die is even, dus die wordt niet meegestuurd. Wat doe ik dan? Moet je rijden? Je kan twee dingen doen. Je kan het ook hier iets toevoegen. Een heide, op mijn hoofd. Input. Dan gaat het water toevoegen. En dan is het allemaal aanpassen, natuurlijk. Text space, dat zijn er. Ik zeg changes. Ga weg. Niet goed, wat je ook kan doen, is dat je twee kanten op. Dus ik kan ook zeggen, want ik ga de response aanpassen. Dat vaak ik ook niet aangedaan. Dus ik ga de request aanpassen, ik ga de response aanpassen. Dus ik kan hierheen. Ik zeg bijpas aan de keurige. Ik ga versturen. Kom terug. Ik zoek je in Ctrl-F. Ctrl-F. Please enable. Zie, dit is een input field. En dat is. En deze. Naar links kijken. En hij zegt nee. Oeh. Even die uitzetten. En dat was de hele druk. Ah, is dat alles? Ja, dat is alles. Niet over nadenken. Dan ga ik inderdaad hier in die zet. Check naar de keyword. Ik ga naar de encoding. Zie ik even in. Oh, ik ga hoofdletter I. Blijf een case sensitive. Oeh. Goeie jouw ontwikkelaar. En dan ga ik hier alles aanpassen. Waarom wordt het gedacht van ja, want het is alleen maar input, nee, wat ik wegstuur, de request aanpassen, maar de response aanpassen, zodat het zelf terugkomt, kan ik ook heel veel wijzen. Ik heb ooit gehad met de code, wat heb ik weer gedaan? Ik heb ooit gehad dat ik een paswoord verkocht in de functionaliteit had. En dat mij gelijk opviel, is dat ik mijn e-mailadres verkocht werd. Wil u wat van dit e-mailadres sturen? En de rechtermouwstuk was afgeschermd. Nou ja, daar ga je niet tegen. Dus ik heb het veilig gemanipuleerd. Ja, als je het uitgezet, hoe moeilijk. Ik heb naar de source code gekeken, ik heb mijn e-mailadres ingevoerd en dat wachtwoord werd dan aan mijn e-mailadres gestuurd. Hé, je ziet een functionele fout. Want eigenlijk wat hij wil is alleen maar: wil u uw wachtwoord naar dit e-mailadres sturen en dan gewoon doorsturen? Maar in de functie werd dat e-mailadres meegenomen. Dus ik heb dat bedrijf gezegd: van, dat moeten jullie niet handig, want e-mailadres hebben jullie. Dus ik wil alleen maar oké hebben van de klant. Tijd achter afhandelen. Wie had het tegen mij zeiden? U heeft onze website verkeerd gebruikt, u heeft de source code bekeken, dat mag niet, als het nog geen komt, ga ik advocaat tot het einde van uw leven. Dus ik heb teruggeschreven dat het HTML is, dat is de vijand naar mezelf, dat het wordt gestuurd om te lezen, anders kan ik interpreteren. En dan heb ik een link naar HTML voor nummers meegestuurd, ik ben niet open geworden. Dat is het probleem. Nog steeds, als je zegt, nee, dat is iets fout, wordt heel vaak gezegd van, ja, dat mag niet. Voor heel Nederland is het gewoon gekomen dat het responsabiliteitsloze verhaal. Maar ja, je weet of de overheid heeft gezegd, ondanks een bedrijf dat responsabiliteitsloze agreement heeft, mag de Nederlandse overheid de mensen nog steeds achtervolgen. Dat is een beetje, ja, nog steeds hebben we gevaar dat de uitspendingen kunnen achtervolgd worden. Ken je dit programma van, als die heet het niet. Nou, dat kunnen mensen opgeven van ja, ga mijn huis inbreken, dat is een ex inbreken. Dan werden die mensen uit huis geplaatst, aan mijn camera, dan gingen ze kijken hoe die inbreken. Heb je dat gezien? Mag dat? Mag ik een inbreker vragen? Probeer maar mijn huis in te breken? Maar niet, ja eigenlijk. Dat dus klopt, maar hoe komt de inbreker bij je huis? Via de publieke weg.
Dat is een probleem als je een pendus bent, die gaat via de publieke weg en in week ga je daarheen. Maar de inbrengers waar ik toen is dat ze via de achterdeur of via de tuin van de buren naar je tuin toe gaan. Mag dat? Nee. Dat is net de wetgever van Nederland is daar geen zware straf op. In Amerika moet je doodgeschoten waarschijnlijk. Dus ja, daar ook weer afhankelijk van waar ben je. Dus ook daar met de surfvergelijking, een provider hoort niet en in applicatie. Dus dat is best lastig, dat zijn de rechtelijke situaties. Als jij met een koevoet op stap gaat, dan even gezellig ergens in te breken. Gaat de wel echt vragen waar ga je in de koevoet heen? Kroeg. Ja, kroeg. Een gezellig kroeg. Mag geen inbrekingsgereedschap bij je hebben? Toen ik de eerste keer in Nederland gestopt werd door de politie, had ik een pijl bij me. Wat slaan. Die stopte mij van de achterpak ook zeer. Ja. Over? Wat is dat? Een pijl. Maar geen pijl om te hakken. Het was ja, was afgesloten, alles aan bocht, er zat geen bloed aan. Ik heb ook weer mee geslaagd. En dan zei hij, oh, heeft in de Duitsland me geschrikt of gas gestolen bij me. Huh? Ik nog een keer. Ja, ik snap het waarom. De Duitsers mag dat hebben, Nederland niet. Ik zei, dank voor het idee, dat vonden ze niet zo leuk. Ik heb nog verder gehad, ik stond in de fields. Ik ga naar de winstwagen toe. En dan zie je eigenlijk ook dat hier wat functionaliteit in zit. De vraag hier is, kan je televisie kopen voor minder? Wat zou je doen? Van weer die prijs hier aanpassen en dan een purchase. Ik vind het wel leuk, maar ik denk van nou, weet je wat? €10 betaald ervoor. Je purchase, mag niet. Nou, het is gewoon een JavaScript melding. Wat heb je die JavaScript van? Precies. Wat is JavaScript? Het leidt zich bij een datie, dat is usability. Geen security, dat wij weten. Dat is vaak gegeven. Dus dat mag niet. Maar je kan nog steeds hier aanpassen. Oh, oké. En laten we even. Wat ik ook kan doen, dat zie je dat de Duitsers zien op het veld dat ze purchase doen. Maar wat gebeurt als ik zeg, if they charge, dan mag het opeens wel. Dus dat zie je ook weer het probleem, dat ze de verschillende velden verschillend afhangen. Dat is ook een fout. Wat zou je nog meer kunnen doen? Tenminste, als je iets anders wilt doen, dan mag het buiten. Ja. En dan meer is de kwaliteit, hoe ga je het opgeven? Als ik min 1 bestel, wat gebeurt er? Ik krijg geld. Krijg je geld? Als ik denk dat ik min 1 bestel, dan wordt het bedrag negatief. Wie denkt dat ik het geld krijg? Ik krijg het geld niet. De gateway is niet geprogrammeerd. Nee, precies. Maar als je wat nog bestelt. Sorry? Krijg je niet wat? Ja, zeg maar, het programma is niet geprogrammeerd om geld te stoppen naar jou natuurlijk. De payment processor wordt zegt dan waarschijnlijk. Nee, payment processor, een negatieve transactie is een gewone transactie. Echt waar? Ja. Wat? Ja, een negatieve transactie is een gewone transactie. Dat is het bankreglement. Ik kan negatieve opgave sturen. Dat is gewoon legaal. Dus je krijgt het geld. Dat is dan wel proces. Nee. Komen ze dan bij mij trouwens die televisie ook nog halen? Nee. Krijg je die televisie? Nee. Waarom niet? Op de pakboer staat min 1. Ja. Ja, het is een distributie. We hebben honderden pakboeren. Ah, het was eigenlijk een typfoutje. Oh. Dit zat bij Amazon in vroeger. Dan kreeg je namelijk een product en je kreeg het geld. Alle dingen die hierin staan, dan denk ik van, god, er gaat nooit een echte applicatie gebeuren. Nee, toch? In mijn vorige week hadden we een applicatie van boekhandel, waar je dus als bedrijf een klantinterface kreeg. Dan zei ze altijd van, ja, maar zo'n testapplicatie bestaat nooit. Ik zeg, nou, jullie hebben allemaal NDA getekend, het bedrijf tegenwoordig niet, ik weet niet waarom. Kijk eens hier, ik kom alle vulnerabilities die in de webcode zaten, zaten daar ook in. Voor mij hebben ze gewoon webcode, framework en applicatie ontwikkeld. Ik weet het niet. Echt alles voor je doen. Dus ja, als ik hier min doe, dan zeg ik, dit chart. Ook dat hier het bedrag ook iets negatief wordt.
Dan zeggen veel mensen, ja, COBOL was vroeger beter. En het ding is leuk in COBOL. COBOL bestaat geen negatief getal. Ze zijn over nagedacht. Bestaat niet, heeft geen negatief getal. Je kan dan wel met slimme trucjes kan je ze negatief. Met COBOL moet je declareren dat het bedrag mag negatief zijn of niet. Of het is negatief bedrag, moet je meegeven, apart. Wat veilig is, was slimmer. Maar gaan we even over escape and injections hebben. Wie het top-down wist, die moet aanpassen, natuurlijk. En wat leuk is met een drinksapplicatie dat die SQL-statement ziet. Ik zeg verkoop, wat vul ik hier? Arnhem zegt, dat moeten jullie allemaal weten. Enkele quote, .com. Iets 40 binnen. Een enkele quote nog .com en dan doe je bijvoorbeeld select stellingen voor ja. Users, waar wat je. Ik denk allemaal veel te moeilijk. Ah, hij is numeriek en het is scam checks. Numeriek betekent dat er geen string van toetsen komt, dus je hebt geen woord van. Je weet ze allemaal zien. Dit is alles wat je nodig hebt. Toegevoegd, opeens een hele vraag, de conditie daarvoor, of al 100 maakt niet uit, of 1 is 1, 1 is 1 is waar, toch? Ja. Hoe voorkom je dit? Ik denk dat het steeds. Bijna goed. Hoezo? Bijtesten. Nee. Mooie user input te gebruiken. Sorry? Mooie user input te gebruiken. Dat gaat niet lukken, dan gaat het niet op user reageren. Je was bijna dit. Wat heb je gezegd? Een bad statement? Dan mist nog iets. Parameterized queries. Oh. Oh, weet je nog? Ja. Het verschil tussen de queries is dat de query wordt veranderd. Ik ga even de query laten zien. Geen uitvoer, maar dan zie je wat ik bedoel. Wat je daar doet is een vraagteken. Of het is placeholder. En bij jou is het vraagteken. Wat je dan alweer krijgt, is je stuurt even dit, wordt naar de database gestuurd. De hele keer, met een vraagteken. In Java, in PHP is een vraagteken, anderen hebben een ander teken. De database gaat aan de hand van de vraagteken een slechtboom bepalen. En pas dan ga je daarna, ga je de database nog de waarde sturen. En als dan de 1 en 1 in staat, dan doet het niet meer, want dan past die in de nummerveld. Trouwens is dat ook slecht, hè? Database error message. Ja. Nooit doen. Allemaal leuk, hè? Allemaal dingen zien van wat de database erachter nog in mee gebouwd. Dus nooit fouten met dingen aan de gebouwen geven, de gebouwen heeft er niks aan. Dat is ook belangrijk. Dat is leuk met Ruby on Rails, dan staat die standaard op keyboard. Ja, leuk, hè? Ja. We hebben een trainingsplaats Ruby on Rails Security gehad op de conferentie. Dus waarom je daar is per list in per statement? Wat zou dat nog kunnen? Stop procedures, wat vraag je op? Stop procedures. En dan ook weer waarom je stop procedures. Want ook stop procedures kun je gewoon SQL intoppen, kun je ook weer fouten doen. Vergeet het vraag. Het voordeel van stop procedures is, waar levert de parameterized square is? Waar levert die? Per statement, sorry. Waar levert per statement? In de database? In de applicatiecode. Ja. Waar levert de stop procedure? Okay. In de database. Dus je kan ook weer door propagatie van rechter de database place aanmaken. En hij mag alleen maar bepaalde SQL statements, dus stop procedures uitvoeren die bij deze user horen. Alleen ja, dan moet je met database mensen praten, dat is eng, dat gaan we niet doen. Oké, hebben we dat geleerd?
string. Wat is dat dan niet nodig? String is het SQL-injection. Hoe kom ik achter of een tabel gevoerd is voor SQL-injection? Als je niet geëscaped wordt. Nou, als je hier nu inderdaad een aanhalingsteken plaatst, als die niet geëscaped wordt. Ja, ja. Het single board, aanhalingsteken. Dat weet ik. Dat weet ik. Nu zou je het nou te oor. Ja, ik doe even helemaal niks. Kijk wat er gebeurt. Ja. Exception. Hey, mooi, hij heeft hier toch. Dus dat wordt niet. Vertalen, de inputkwalitatie klopt niet. Dus hij kijkt niet naar de string, hij gaat niet naar de string. Want letterlijk in zijn command kopiëren, weet ik dat. Maar als ook zou het dus onderdeel, kun je ook een streepcode kun je ook zoeken, maar dat is niet. Dus mensen die uit Ierland komen, hebben een probleem met deze applicatie. Die hebben ook vaak die oscillen dat soort dingen in hun bestaan. Dus dat ga ik zoeken. Dat ga ik hier invoeren. Spatie voor in zijn. Sorry? Spatie oor in zijn. En dan? Kijk, hashtag. Hashtag. Dit? Ja, of strip, of dash, dash, hangt vanaf het punt. Nou, deze is standaard. Min, min. Dat is standaard. Ja. Dat is standaard. Maar, het leuke is bij MySQL, moet je nog een spatie erachter zetten. Anders weet ik het niet. Leuk, hè? Maar er is nog iets. Wil je dat bijzetten? Niet per se. Hangt er af hoe je implementeert dus. Hangt er niet aan de gaten, dat gaat ook met je oefen. Ik had laatst een klant, dat heeft dat was grappig. Dit was helemaal over de applicatie, alleen hij heeft een SQL-regel op een nieuwe lijn, echt met slash en in de code geschreven. Dus die kon niet de hele query aanvallen, ik kon alleen de eerste regel aanvallen. Want die slash min min, die werkt alleen tot de regel einde. En dat hij zich meer regel aan daar deed sturen, werkt alleen maar de regel einde. Dus hoe? Ik kon geen tool gebruiken, dus ik moest allemaal wat dingen uitzoeken. Had het nog steeds. Maar dat is iets lastiger. En ik kon de, hoe heet dat, is dik. Is verder niet makkelijk gebruiken. Dus ja, van hand kun je nog alles dingen vinden. Dus ja, dat is het ding van hij heeft purified voor de code, ziet er mooi uit. Een beetje verschillend voor de hacker, ik moet mijn werk leveren. Maar er zit ook nog een hele groot probleem in. Maar ik zal het laatst nemen. En mijn naam komt hier niet voor in deze database, ik ben geen Amerikaan. Er is een Amerikaan die Major League gespeeld heeft. Ja. Maar ja, wat daar ook niet staat. Mijn sms komt heel vaak voor. Dan moet ik wel met de hoofdletters schrijven. Even herstappen. Wie staat is your friend? Er zijn mooie stage services, anders ga ik weer naar de andere stage toe. En zie je dat het tenminste gevonden heeft. Dus ook wat is uniek in een database? Helaas is het wel zo dat mensen denken van, goh, uniekiteit, dan gaat het vaak niet op ID-fields hebben. Dan gaan ze gewoon of de entrance van de database gebruiken. Dus de user tabel is gebouwd bij 1 is wie is gebouwd bij 1 bij de database? Admin. Sorry? Admin. Ah, dat is admin, hè? Dat is de eerste die zich inlogt. Nummer 2 is. Vraag je op test gebruiken, hè? Test 1, test 2, test 3, dan komt de echte gebruikers. Mag dat? Test data in een productiesysteem? Nee. Ik was bij het, weet ik nou, NGI, Nederlands Genootschap voor Informatici, een mooie naam. Dan was ik bij Veilig Rotterdam. Dus ik ga het wel verhaal vertellen over de security. En er waren mensen voor me, daar hadden ze een applicatie geschreven. Dat lijkt nog vrij, maar had ze trots op. Maar die kinderen, de vader is prostituee, de moeder is uit de list en dat kind doet niet goed op school. Dus de drie instanties die allemaal met bemoeien, maar niet in elkaar praten. Er is een applicatie platform geschreven dat alle drie weten van één. Wat doen we met wie en is er zijn beter van elkaar wat aan het gaan is. Die was heel erg trots, die vertelde over de applicatie, ik leuk geschreven. Komt zijn collega. Ik ja, we hadden naar de applicatie zien, ga even uit dat het geen echte mensen zijn. Ik zeg, sorry, je gaat hier, zwart, nu zwart. Nou, ja, gedaan, wat is het? Ik zeg, laat ik
echte mensen informatie zien die bij jullie systeem staat. Ja, maar je kent ze toch niet, zei hij. Dan zei ik, hoe heb je dat geen misbruik beschermd? Ja, het is juist een paspoort beschermd. Toezicht controle en geen misbruikbescherming. Ik zeg, dat kan toch niet? Nee, maar dat gebruikt niemand. Dus er zat helemaal geen controle. Dus als iemand daar werkt en op deze site zit, kan ik even opzoeken of niet diegene die ze deed of die niet in het systeem voorkomt. Hoe zit het met de Nederlandse overheid met de verzekeringen? Wanneer was dat? 2008, Koningdag, Koninginnedag toen nog, waar de idioot op de auto in de stoep ingereden is. Weet je dat nog? Ja. De volgende dag was Idam zijn werk, die zag een pik in opdragen van verzekeringsinformatie van deze auto. Want dat kenteken was gewoon in België. Dus wat iedereen die toegang heeft, even opzoeken wie dit gozer was. Wat gebeurde toen? Dat wordt gemonitord. Dus iedereen mag op Maxi komen. Even zeker, dat weet ik zeker. Ik heb mensen die in security officers bij verzekering zijn. Elke die ingelogd had, die zijn informatie heeft gestoken. Dus je mocht die informatie alleen maar zoeken als het een aanvraag is. Dat wordt gemonitord. Dan moest ik verantwoorden. En ik kreeg een hoor in mijn flitter. Dat is nog een keer in je baan kwijt. Dus ja, je kunt de informatie niet afschrijven, maar je kunt mijn monitor op wie je toegang heeft en dan kon je als gebouw vastleggen. Wat is Reflected XSS? Heb je gehoord? Verkeerde URL. Sorry? Verkeerde URL. Aan het vandaag goed importeren is. Een servoontje is te vragen. Heeft ook geen zin mee. Mijn. Mijn zus werkt in het ziekenhuis en wat te doen met de verpleegkundigen die opleiding zijn, die gaan schouderdraai op een echte afdeling. Wat gebeurde daar? Dat is één dame die was met minder problemen hartklas. Die ging kijken wie van hartklas blijkbaar ooit bij het ziekenhuis opgenomen was. Bleek één dame die heel veel problemen was, die was op hun psychische problemen. Dus haha, ik heb iets tegen de groep Joepie dame. Die heeft het gewoon verteld in het klas. Dat is ziek uitgelegd. Nee, het is toch wonder gehad, die vrouw is ontslagen. Het is ook niet af moeten maken en moeder. Maar wie het ook goede moeten krijgen, dat ziekenhuis. Want van de afdeling, dat is geen vraag, alleen maar A. Patiënt geeft patiënt in de lichaam. Maar wat ze wel hadden, niet hadden, dat is vastleggen wie überhaupt die informatie toegang kreeg. Steeds verpleging EPD. EPD is op zich goed, want nu wordt informatie, ik ben huisarts, ben Pietje van Urk. Mag ik even de gegeven van jou hebben, want hij is bij mij langs geweest en ik moet er nu huisarts. Dan wordt het gewoon doorgestuurd. Dat is gek. Dus een EBD zou eigenlijk kunnen gebruiken om de veilige communicatie, waarbij het nu gewoon nog verstuurd wordt. Alleen de implementatie die was gewoon te verleggen. Dat is niet jammer. Je hebt niet verder. Hoe kom ik achter of je XS mogelijk is? Wat zouden jullie doen? Alert. Sorry? Alert. Ja, je moet die overal een alert intikken. Wat is reflected? Reflected betekent dat mijn invoer komt terug, dus wordt reflect te de website. Dat zijn allemaal nummers, dat ga ik doen. Ik ga even A, B, C, D, D en E. Ja? Puntjes, kijk wat er gebeurt. Wat zie je terug? Input. Sorry? Je ended. Ja, F. Dus hier zie je dat de F terugkomt. Dus reflected. Dus mijn invoer wordt teruggekaatst aan de uitvoer. Verder weet ik nog niks. Wat ga ik ook doen? Wacht even. Wat is dit? Undermark. Dus nu ga ik kijken of mijn invoer ook de manipulatie doet van de website. Dus met de SQL-checks ga ik die vraag wijzigen. Dat de vraag op de backend anders wordt. Hier ga ik kijken of ik de layout van de website kan aanpassen. Dus inderdaad, hey, we hebben een ander score. Dus dat betekent dat hier geen scheiding is van data en opmaak. Dan gaan we dus naar de alert maken. Wie weet de code van de alert? Script. Help all the world.
Moet ik je punt kom op laten? Nee, ik hoef niet mee. Nee. Waarom niet? Enkele regel. Sorry? Het is geen punt komen doen? Het probleem is, JavaScript is bagatelle. Als ik me enigszins begrijp, doe ik het wel. Ik was bij een security-conferentie in Amerika en er zat die gozer die verantwoordelijk was voor JavaScript. Zat zo van, sorry, ik ga dit maar even doen. Het is een ramptaal. Dus je dat purchased en ik dacht, oh, wat is hier het probleem? Is het een security-probleem? Nog niet. Nog niet, waarom niet? Nou, dat is geen kwaad kan. Je kan het andere dingen mee doen. Je kan wel data naar andere servers versturen. Niet. Je kan wel andere dingen mee doen, zoals data naar andere servers versturen. Zonder dat precies. Het probleem is dat alles, JavaScript, code scripting, alles zo aangetoond wordt. Kijk, je hebt een problem. Ja, wat is daar erg aan? Ja, dan moet ik eerst even een e-mail host opzetten en het daarheen sturen. En dan ben ik namelijk, wat ga ik heen sturen? Met session ID. Hoe doe ik dat? Sorry? Ik hoef dat niet meer te sturen, ik heb een onload laat het dingen werken. En die kan natuurlijk. In plaats van hello. Wat is dit? Wat is die cookie? Werkt dat bij alle browsers? Nee. Wat moet je doen dat het niet werkt? Het werkt bij alle browsers trouwens. Het werkt, maar... De auditor zit ertussen. Sorry? De auditor zit ertussen. Ja. Maar wat moet je doen om het echt af te schermen? Dat het niet kan? Als ik even een server-side. Sorry? Server-side escape. Nee, er zijn twee flex. Van een cookie kun je op twee manieren beschermen. Oh, wat een user. Ik ga hem encrypten. Ja, secure cookie, flag, ja. True, en? HTTP only. Maar wat gebeurt er? Dat is een browserafspraak, dus je vraagt de browser, hey, die cookie-informatie, HTTP only, dus je mag hem niet voor de JavaScript context vrijschakelen. Dus die mag er niet, JavaScript mag er niet bij. En, hij heeft secure cookie, dus hij mag alleen maar via HTTPS gestuurd worden. Het probleem is dat het een browserafspraak. Dus als ik mijn eigen browser schrijf, dan denk ik dat wat ik heb, want ik heb een oude browser, dan werkt het weer niet. Hij werkt alleen maar met nieuwe browsers. Ja, tegenwoordig niet meer nieuw, maar in mijn tijd nieuwe browsers. Dus ook hier is hier eigenlijk dat hele HTML en HTTP gebeuren, is bij default open, in plaats van default 5. Ik wil dat niet extra moeten aangeven, want deze cookie mag wel lezen, deze niet. Ik ga andere informatie instoppen. Ik ga met een hele document object bij. Dat zou niet mogen. Van server-side encrypted. Van HMAC of zo. Dat is wat .NET bij default doet, bij die MAC-adressen. Dus dan ga je daar server-side wat encrypt. Wordt meegestuurd, als je terugkomt, ja, ik ben versleutelaar. Mijn sleutel is een symmetrische key. Dus hij kan het sleutel, dan ga je terug op het log. Zodat dat een sleutel verstuurt. Als HTML en JavaScript zo slecht zijn. Moeten we dan allemaal overstappen op native clients voor alles? En native clients zijn ook niet veilig, want die communiceren ook via HTTP. Ook dat is het probleem dat je dus native clients kunt decompilen. En ik ga het downloaden, ik ga het installeren, ik ga het decompilen, Als je kijkt naar de mobile apps, nog steeds zie ik tot net redelijk veel, maar nog niet alle, maar bij jou heel weinig, de hele char signing, app signing. Confiscation, hetzelfde geval. Ik was benieuwd naar dit, want dit kan je ook gewoon in je browser opvinden in de inspector. Zeg maar. Ja. Dan hoef je dat niet per se een zo'n alert. Ja, maar goed, wat je hier wil is dat het doorgestuurd wordt. Dus ja, je kan het server. Ja, okay. Het is geflected nu nog. Trouwens, Anno Engelfried, onze internetadvocaat, die zegt dat mag. Die mag een reflected aantal uitvoeren, maar dan kan je alleen maar jezelf uitvoeren. Ja. Maar dat klopt niet. Maar als je dat namelijk als iemand anders stuurt, ik weet dat ik een link maak van lees dit, maar onder zet ik het gewoon in de URL waar die niet leesbaar is, kan ik het nog steeds aan anderen sturen. Dus ja, reflected lijkt
harmloos. Want hier geldt het ook alleen maar zilver aan. Maar als die link doorstuurt naar iemand anders, in plaats van een potter, en ik dat naar mijn evil host doorstuur, dan kan je van andere mensen aanvallen, binnen een reflector. Heel vaak zei ze van, oh, reflector is niet erg. Nee, het is wel erg, want die stuurt ook door een andere de link. Wat je ook gewoon kan doen is bijvoorbeeld in forms of chatboxes gewoon dat sturen en iedereen wordt dan ook meteen. Je ziet die ook leeft, wordt het uitgevoerd. Ja. Dat is vaak wat mensen die van oude vereniging en vrienden vreemd, ja je mag is, reflecten, x uitvoeren zei hij, mits tegen jezelf en je moet het ook meedelen dat het gewoon is. Dat is een beetje zijn idee van de wetinterpretatie, hij is advocaat, dus geen recht op zich. Je had MySpace toen de tijd echt super veel last mee. Ja, MySpace is een combinatie van process scripting en process request forgering. Weet je wat request forgering is? Ja, doen alsof je iemand anders bent. Ja, process scripting maakt gebruik van het vertrouwen dat in de website heeft. Iemand gebouwt de website en vertrouwt de website die de feit ontwikkeld is. Jammer. Bij process request forgering maakt gebruik van de gebruikersrechten van diegene die de website heeft gebouwd. Dus je bent ingelogd, de script is al geladen en je gaat actie uitvoeren namens diegene. Een request forgering. Bedriegt een request naam te zien. Bij MySpace was Sammy Kapka, een vriend van mij, die heeft toen als jonge gozer dacht, ja, ik heb te weinig vrienden, nee, dat moet ik je research spreken, heeft hij twee scripts gebruikt op zijn website. De eerste script was van, als je mijn website bezoekt, kopieer je deze script op jouw pagina. De script was, voeg mij toe als vriend en laatste script. Dus als je het hebt zo, kan ik aan, ik was een restportstuk, voeg toe aan de screen en dan een keer van plaats dit script op je eigen bestaan. Dat krijg je een sneeuwbal effect. Dus jij hebt dan weer, als ik dat ook heb gedaan, je kijkt mijn website, je krijgt een script op jouw site. Nou ja, jullie twee bekijken hem, jullie krijgen weer mij als vriend en gaan een script op jullie site plaatsen. Nou, vier mensen gaan hun bekijken, dat is echt een sneeuwbal effect. Hij had binnen 40 uur meer dan een miljoen vrienden. En dan had hij iets op zijn dag. En hij heeft een taak gehad. Hij mocht toen 3 jaar niet aanraken komen op YouTube. Best lullig als je eigen bedrijf hebt. Maar dan werkt hij best streng, dus hij heeft echt. Hij zegt: Google Maps durft niet te kijken. Hij heeft zijn secretaris laten uitprinten, want hij stelde dat hij merkte aan de. Kom echt een bang. Vond hij niet zo leuk. Kun je opzoeken: Saving My Hero. Hij heeft een hele verschil wat hij gedaan heeft. Dat is ook wat ik bedoel. Dus een combinatie van niet één, van alleen een process script, maar een combinatie van process script en request forgery. Op MySpace. Heel veel. MySpace heeft nooit een aanklacht ingediend, maar hetzelfde gebeurt dat in Nederland ook zou kunnen. De overheid zegt, wij vinden dit zo belangrijk, dat hun instapten en hun de aanklacht kwamen. Nou, MySpace dacht van, oh mooi, daar hebben we het nou. Bij hem de staat, prosecutor, ja, de officier van de justitie stapt erin. Dat is leuk. Hij vond niet zo leuk. Hij is trouwens, vertelde hij, hij is opgepakt, toen was hij net bezig met die chipkaart te graven van vaccinen. Hij woont in zo'n woningscomplex en dan merk je dat zo'n machine dat iedereen mag delen. Dus hij was net een chipkaart aan het hacken. Opeens stonden ze zijn kamer binnen. Wat ben je doen? Ik kijk de wasmachine. Ik vond het niet zo belangrijk, want anders was echt niet leuk. Tegenwoordig heb je die drone hanging. Dus semi.pi, ik vind het een leuke film met een drone hanging, dat soort dingen. Oké. Dat was voor zijn script groot. Stoort ze zich zelfs maar aan. Kom. Alleen staat er een tekstbox. Ik kan mijn script nou niet meer plaatsen en dan blijft het dus onderdeel van de website. Dus ik ga heel zelfs een script invoeren. Natuurlijk moet iemand dat lezen. Die submitten. Kom. Als je opklikt, krijg je steeds problemen. Het probleem is dat ze vaak beginnen denken van ja, oh, we hebben gewoon een schitting gehad. Dus we gaan een input validatie opzetten. Ja, maar als het aan iedere database zit als tekst, dan zit het aan besmet. Eigenlijk twee dingen, security is heel erg makkelijk. Input validatie en output handling. We noemen dat blacklist. Wat is blacklisten? Bepaalde tekens of streaming. Ja, invoer die ik niet meer heb, die gaan we gewoon pennen. Orde was bezig met een heel groot project om alle gevoerde keywords weg te halen. En één gevaarlijke keyword bij database, bij SQL, is
Drop. Stel je voor als Nederlanders dat jullie zijn, als het woord drop niet meer in het taalgebied moet staan. Dat is niet weg. Het is niet zo slecht als ze zeggen, je kunt heel veel shit weghalen met blacklisten. Maar je weet wat je wil hebben, is veel kleiner dan alles wat je niet wil hebben. Dus whitelist is, dat is mijn context wat ik toegestaan, is veel specifieker dan blacklisten, alles wat ik niet wil hebben. Want je hebt ook een hackersorg, zie je ook een hele cheat sheet van encoding. Dus ja, dan ga je zeggen, oké, ik mag geen code aan het tekenen, ik mag geen trein aan het tekenen. Maar ja, op de serverkant kan het weer manipuleerd worden, dan kan het nog getoken. Misschien ook niet. Wat ook leuk is, als we ook weer de ontworpen had een probleem. Even zo de tekstbord gebruiken. Het is een functie, en die begon met SIG. Een tekstfunctie. Dan kun je sys functionaliteit aanroepen via de database. Dat willen ze niet. Dus hebben ze gedaan. Oh ja, SIGS mag niet. Dus dat ding de hacker doen. Oké, schrijven we gewoon hoofdletters. Oh, heb ik niet aan gedacht. Zo. Nee, het mag niet hoofdletters. Oké, de volgende patch. De patch kost bij Oracle 3 maanden. Dus oké, de volgende patch. Dus we gaan SIGS. Ah, heb ik ook niet aan gedaan. Heb ze dat ook, dus het maakt niet uit, gewoon klein geschreven, het staat op de derde patch. Voor de vierde patch, dan hebben ze, ik heb het teken hier niet, S. Jent S. Dus geen IG, het is een Jent teken. Als je browser lokaal aanzet op Japans, heb je dus een karakter zet, kun je Jent tekens doen. Dit wordt naar een backend gestuurd, die staat op niet-Japans, als ze niet in Japan staat. Wat doet dan de server met dat teken? Sorry? Nou, het dichtbijzijnse andere teken, dat is NIG. Mooi hè? Dus dat weet je ook niet. Dus geen hebben ze gezegd, ja, misschien moet je de functionaliteit gewoon helemaal weghalen. Kun je niet beschermen. Dus hier is mij, de server heeft er ook weer helpen. Dus er wordt een browser in andere talen zetten, wordt op de client, met de server wordt weer geïnterpreteerd en vertaald naar zijn context. Werkt niet. Daarvoor hebben we het hele probleem met UTF-8. Een mooie tool om alles goed uit te zoeken met encoding, decoding. Ik zag hier ook alleen de oude versie, dus laat het net even zien, maar gebruik ik even niet. Is Ember. Een vriend van mij die werd er helemaal gek van, een vriend Achim Hofman in Duitsland, wie de encoding, decoding. Want eigen OS, eigen browser ging er anders mee om. Dus hier heeft hij gewoon alle encoding, decoding functionaliteiten tussen gezet. Dus je kunt dingen encoding, decoding verschillende formaties doen. Dan zie je waar, gewoon niks. Heftige dingen in, dus dat is nog de oude versie, ik vind dat niet zo verschrikkelijk. Maar die geeft aan hoe je dingen kunt anders voorkomen. Naar hacks, naar UTF-8, maakt niet uit. Vaak wordt het dan op de serverkant wordt dan vertaald naar de juiste encoding. En dan kun je weer blubber. Dus wij denken dat de applicatie moet afgeschermd worden, dat is één input-validatie. Alleen de applicatie heeft ook weer functionaliteit rechten op de operating system. Wij zeiden vandaag, als je een applicatie Pietje heet, dan is de system user die applicatie mag runnen, heet ook Pietje. En welke recht heeft, die jas wel smaak als je alle rechten heeft. En ja, omdat het PHP vooruit. PHP wordt heel vaak worden systeemprogramma's aangeroepen met resizing van plaatjes en dat soort dingen. Dus hij moet die rechten hebben. Nou, laten we gewoon eens goed lopen. Op Linux gelukkig niet, op Windows gebeurt nog wel eens. Als er een recht heeft. En natuurlijk zijn recht in de databank. Dus wij kunnen niet alleen direct afschermen van de gebruiker, maar ook direct afschermen van de applicatie op de omgeving en de applicatie naar dat backend sturen. Dus input validatie is heel belangrijk van wat wil je toestaan. Open template. Er zijn eigenlijk twee stromen in. De ene zegt van ik heb informatie gekregen binnen, die kan hem opslaan zoals ik hem wil hebben. Want het gaat toch alleen maar naar HTML toe. Ik vind het een beetje eng. Ik zou zeggen, straat het ruw op als ik binnen krijg. Ik heb toch mijn whitelisting, dus ik weet al wat ik verwacht. Ik sla het zo op. Een output handling betekent dan, op het moment dat de informatie mijn systeem verlaat, dan ga ik het weer formateren zoals ik het nodig heb. Naar web of naar patch uit of naar XML wat ik nodig heb. Wat niet goed gebeurt, zie je achter benieuwen en zie je achter vraagtekens dat dingen tussen zitten. Nu ben ik net heel vaak dat ze gewoon graag karakters in hun webtekst hebben. Dan komt dat ze de output handling niet gewoon hebben. Ja, dan hebben ze gewoon XML-karakters in HTML gedropt. Ah, dan kan ik een vraag tegen LTM of zoiets. Ja,
die nog weten? Wat ook vaak zie je, is dat overskeesman ook vaak gebouwd wordt. Ik weet nog, de eerste keer in mijn schoonouders, dan was ik al boven 30 voorstaan, dat is elkaar. Ja, ik weet het niet. Nee. Toen heb ik bij je schoonouders eerst een keer kennis gemaakt en dan ga ik er zitten, hè, afspreken van haar, goeiedag met diegene die met je dochter uitgaat. En ze had een probleem, ze had een laptop, dat is goed, en een router, want die laptop stond naast de router, dus dat is nog een kabeltje met netwerk in. Fijn. Maar ze willen de laptop kunnen verplaatsen zonder kabel, dus ze willen dat wij erbij. Alleen mijn zwager, een security miner, dat is security phrase, geen password. We hebben al het password geschreven, dat een password moet hoofdletter, kleinletters, karakters, cijfers en mag niet minimaal 8 karakters. Dus iedereen heeft een password van 8 karakters of niet. Dus dat soort dingen. Dus hij heeft password phrase, dus lang wachtwoord, wat makkelijk onthouden is moeilijk te kraken. Die hele restrictie van password met grote letter, kleine letter, nummers en alles, maakt alleen maar moeilijk onthouden. Maar omdat je dat de entropie verdwijnt, is ook makkelijker om te gaan. Dus hun zegt van ja, de willen verplaatsen. Dus mijn vrouw, die wist de wachtwoord niet. Die was 5 minuten bezig, kon er niet opkomen, het is toch jouw werk. Dus die studie had een HTTP-box geïnstalleerd. Open de website, admin interface. En alles was mooi leesbaar behalve één parameter. Dat was obfuscate. Dat was 0. Dan mag het nu 0-1, toch? Je mag het niet lezen, dat is 0, dan moet het 0-1 zijn. Maar denk ik, was admin. Dat was de hele beveiliging van de interface van die router. Oeps. Dus iedereen had kunnen kakken, niet op de inloggen. Dat had ik toen vergeten. Dus tegenwoordig zijn de routers wat veiliger, want er zat een heel moeilijk password geweest achter op de router. Alleen als de webinterface niet goed ontwikkeld is, schiet het nog steeds niet op. Dat zie je heel vaak. Dat een tijd geleden was heel groot nieuws, ideal gehackt. In het kort is met een bank. Was ideal gehackt? Nee, ideal is best veilig. Was die bank gehackt? Nee, die bank was best veilig. Dat was een andere partij die ideal betalingen toestond en dat verkeerd geïmplementeerd heeft. Maar ja, dit kleine bedrijfje, het is nu niet waard om het nieuws te noemen, dus hebben we ideal en die bank ga je doen. Dus niet altijd wel. Implementatie is meestal lastig. Ook met cryptografie. Cryptografie is ja veel gebroken, dat klopt. Maar vaak is het gewoon punt 1 die ze makkelijk maakt, is het verkeerd implementeren. Daar maken de meeste fouten in. Wat je ook ziet, dat we als we nog zullen bereiken komen, waar security niet zo relevant was. SCADA is een mooi voorbeeld. Ja. Nederland, houdt Nederland onder water, een semi-niveau, we zijn er trots op, toch? En er wordt water uitgepompt. Vroeger een mannetje die moest de poembad besturen. Maar een mannetje kost geld. Dus gaan we doen, we gaan automatiseren, gaan webinterface voorhouden. Alleen die komen op een hele andere hoek. Die hebben niet, die hebben nog vertrouwen in het web. Die gaan dus inderdaad aansturingen van bijvoorbeeld pompstations achter die duurzame paswoord encryptie beveiliging doen. Dat is best eng. Maar dat valt ook mee. Maar dat kun je zien, dat kun je overroelen. Maar wat is met die auto? Het was een hek, dat is het entertainment system van Volvo, had rechten, als zijn Bluetooth aanschakelen, de juiste commando's geven, om de motor uit te zetten. De auto heeft tegenwoordig ook een event, een communicatiebus, waar je alles inbrengt. Waarom weet hij niet welke device welke rechten heeft? Waarom zou het event, het audio-video systeem van de auto de rechten moeten hebben om de motor uit te zetten? Is dat bizar of niet? Ja. Fijn als je ongeluk krijgt dat die dameschakelaar in de motor ook, of die in de motor gaat zitten. Ja, dat wel, maar het entertainment systeem kon de motor uitzetten. Dat is een beetje raar. Dus als ik geen audio kijk. Maar het is toch ook heel vaak dat als je een video aan het kijken bent, dat je dan de motor niet kan starten. Omdat je dan niet mag rijden tijdens het filmkijken. Ja, mag je niet onderbreken, maar als je niet rijdt, mag hij niet uitzetten. Nee, dat is waar. Ja. Wat is eerst? Maar je hebt ook veel erger. Ik denk dat nu een kind die suikerziekte heeft, dan krijgt hij een insulinepomp. Ik denk, ook heb je een insulinepomp, die wordt in, ja, onder de hout, die zit er gewoon in je hellen. Die hebben Bluetooth interface. Dat is toch raar? Gewoon zonder use of password. Gewoon Bluetooth, prik in. Ja, ja. Daar heeft ze gevraagd, dat is Josh Gorman, een goede vriend van mij, die heeft gevraagd, van, waarom hebben jullie Bluetooth? Weet je wat hij zei? Dat die andere gebruikt bent ook. Ja.
We noemen zijn merken Ed Baker. Maar gewoon meer functionaliteiten worden beter. Dus blijkbaar, bij het web is dat onveilig. We gebruiken dezelfde technologie nog steeds belangrijk voor Internet of Things. Iedereen denkt van, god, is niet zo erg. Ja, als je zo'n scheepmeter hebt, die heb je tegenwoordig, dan kun je achterin stoppen, dan wordt het beter gauw wat je gegeten hebt. Ja, als je dat weer post op internet, voor mij wel. Dat is wel echt niet belangrijk. Maar wat is het probleem als je weet dat je betrouwbaar is? En als jij nou iets hebt verscheiden laat, maar niet onzeker had, dan denk je, ja, wacht even. Jij eet niet zo gezond. Je hebt zeker een polisgat op. Dan wordt opeens een heel andere vraag. We denken vaak met een kleine kater, vooral in Nederland, hè, de Calvinist is van, ik heb er niets te verbergen. Ik zei dat in Duitsland, ik zei, in Duitsland is een andere prioriteit. We hebben twee keer een overheid gehad die de eigen volk bespioneerde. Daar is zoiets van, nee, de overheid hoeft niet alles te weten. Maar als je alle kleine stukjes staat verzamelen, kan je er heel veel mee. En dat is zo gebeurd in Duitsland, hebben ze dat gevraagd. De telecombedrijf moest van Europa hebben informatie bij. Er was in het recht, alle persoonsgebonden gegevens. Als je een bedrijf hebt waar je het voor gegronde reden van aannemen dat ze data over je opzamelen, heb je het recht de data op te vragen wat ze voor je opzamelen, waar ze voor opzamelen, hoe lang en waarvoor het wordt gebruikt. Dat mag je opvragen. Die gozer was dus een mobiel aanbieder heeft gevraagd, want ik wil mijn data hebben. Die zeiden nee. Wees die beroepen op dat recht, dat ging er heel lang heen en weer. Voordat er nog een rechtszaak werd, hebben ze een envelopje opgestuurd. Ze mooi niks zeggen, A4 envelopje brouw. Van een DVD. Heel veel data. Ik dacht, ja, wat kan ik daarmee? Ja, DVD, alle data. Daar kon je eigenlijk op zich niks mee. Voor die over nagedacht heeft, nee, ik ga even data-analyse doen. Dan kon je zien, dan kon je zijn eigen, van de 2 jaar dat hij abonnent was, zijn eigen manier zien hoe hij reist. Dat is alleen, weet iemand wat jij dagelijks doet. Maar wat erbij zit, ook wie die gebeld heeft. Dat is ook best eng. Dan weet je dus een vriendennetwerk te analyseren. Maar dat is nog veel erger, want als je iemand belt, wordt ook even opgeslagen waar diegene is die je belt. Dus niet alleen met wie je contact hebt, maar waar diegene dagelijks is met wie je contact hebt. Ze worden steeds groter. Gelukkig is dat nou van wet beslist, mocht ze niet meer opslagen. Maar het probleem is dat als het opgeslagen is, wie zorgt ervoor dat de informatie weer weggaat? Dat wordt ook vaak begrepen. We willen alles verzamelen, zeker hoe. DI, Business Intelligence, Big Data, verzamel maar alle data. Maar mag je wel straks verzamelen en wordt het weer opgehaald? Dat gebeurt vaak niet. In Nederland wil dus de Nederlandse overheid de informatie, die biometrische informatie, geen enkel land heeft die opgeslagen. Maar in Nederland dacht van, oh, we hebben informatie onder de burgers, hè? Dat gaan we opslaan. En dan heb ik gezegd van, ik was erbij betrokken bij het project, ik heb een paar leuke vragen gesteld. Bijvoorbeeld hadden ze de wet pakken. Mocht Nederland binnengevallen worden door een vreemde mogelijkheid, ja, zegt de voorzitter komen, die zal het zijn, voor de goede knop gaat alle data weg. Maar als een Europese uitzicht op zin is bezig. Wat betekent dat? Eén Europese partij mag ook inschrijven. Wie had gewonnen? Een Franse partij zou die data opslaan in Frankrijk. Zeg, oh, dat is die ruzie krijgen met Fransen. Ook is het niet aangedacht. Dus wat nog leuker is. In verwachting van de wetgeving heeft de lokale overheid alle informatie opgeslagen. Waar gaat de informatie opgeslagen worden bij de gemeente? Wanneer heb je de laatste keer een paspoort aangevraagd? Wie van u het paspoort? Wit, vingerprint. Kun je weigeren? Dat is een, sorry? Ik heb het vorige week veilig aangevraagd. Ja. En ik moest het doen. Sorry? Ik moest het doen, zei ze. Ze heeft niet gezegd, je mag je vingerprint laten afnemen. Het is niet verplicht. Verplicht. Ik weet niet of Nederland het geeft, maar het is een Duitse. Maar je moet het niet afgeven, vingerprint. Nee, er is wel discussie over. Ja, ik doe het niet over. Ja. Wel over zaken over. Ik heb geen paspoort. Ik heb Europese. Maar goed, tegenwoordig wordt niet opgeslagen. Maar toen ze moesten opslagen, gingen ze gewoon opslagen. Op in een lokale computer om een bureautje. Maar ja, want ze gingen wachten dat de overheid zegt: geef dat dan weer die data. Dat ze veilig gaan opslagen. Dat werd dus niet getrouwd. Wat blijft, wat gaat de gemeente doen met oude computers? Nee, 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 of van de medewerkers. Geen probleem toch? Nou, ja, dat is eigenlijk niet. Oké, we zijn ietsje de tijd heen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En de volgende chapter meeting is sowieso 19 september op mijn hoofd. In de Rappel in Zuid-Nijmegen.
We hebben hier ook regelmatig chat meetings. Het is voor iedereen toegankelijk. Het is gratis. Ik krijg nog pizza over. Dat wil je mee. Tot de volgende chat meeting. Dank jullie wel. Dat was het voor vandaag. Dus tot volgende week allemaal.